Hey allemaal, welkom. Ik denk dat we vertrokken zijn voor een leuk avondje Jaws kijken, zoals ik al in de commentaren kan lezen. We gaan even kijken of dat alles hier vlot werkt. Waarschijnlijk wel. Dus als ik hierop klik, dan zien jullie normaal de volgende slide. Geweldig. Voilà, goedenavond allemaal. Ik wil eventjes beginnen met iedereen te bedanken die dit mogelijk gemaakt heeft. We beginnen met de Polygon Seahorse, die eigenlijk heel de uitzending mogelijk maakt. Dan hebben we SSI, die eigenlijk de theorie heeft voorzien en die ja, eigenlijk de specialty heeft voorzien en een mooie korting heeft gegeven. Dus dankjewel SSI, dankjewel Tom. En dan als laatste ook nog Maris, die ook mee verbonden zijn aan heel deze avond. Dus dankjewel allemaal en we zijn er volledig klaar voor. Wie ben ik? Zoals je kan zien staat er personal introductions. Daar ga ik jullie niet te lang meer lastig vallen. Ik ben Thomas. Ik ben al heel wat jaren gepassioneerd, geobsedeerd eigenlijk door haaien. Ik werk ongeveer al 15 jaar met deze prachtige dieren in gevangenschap en ook in de natuur. Mijn persoonlijke favorieten zijn vooral de witte haaien, tijgerhaaien. Maar eigenlijk ook iets kleinere haaien, zoals bijvoorbeeld de epaulethaai. Daar gaan we straks heel veel over te weten komen. Echt een super top, leuk beestje. Ja, mochten jullie ook vragen hebben over mij, maar dat is niet echt belangrijk. We gaan over haaien praten. We hebben de chatbox. Ik zie dat die al heel snel en goed gebruikt wordt. Dus stel daar de vragen in. We hebben achter de schermen Glenn van de Polygon die alle vragen in de gaten houdt. En als er nuttige vragen zijn of hele dringende vragen, dan gaat Glenn mij even contacteren en dan pik ik daar gewoon direct op in. Dus mocht er iets niet duidelijk zijn of willen jullie echt zo'n dringende vraag stellen over haaien, stel ze gerust en dan probeer ik te antwoorden. Ik zeg proberen, want ja, we weten ook niet alles, maar we gaan ons best doen. Derde puntje, voilà, Go Thomas, zie je daar ook al verschijnen. Dankjewel voor de supporters. Het laatste puntje van deze slide is de quiz. Geweldig interessant. Maris en SSI geven hele leuke goodies weg. Ik heb het al mogen beschouwen. Eigenlijk, ik heb al een beetje kunnen spieken. Dat is heel leuk. Er zijn 5 sets die ze weggeven. En het zijn ook 5 verschrikkelijk moeilijke vragen die de quiz eigenlijk ja, inhoudt. Dus ik zou zeggen, schrijf alles goed op, denk goed na en vul de vragen gewoon in. Voilà, kijk, doe mee met de quiz en win leuke gadgets. We kunnen een mooie drybag en een drinkbus winnen. Altijd handig voor de toekomstige dagreizen, hè? Goedenavond, Erik. Voilà. Hey, hi. We gaan eraan beginnen. We vliegen erin. De volgende slides. Nu, de slides zijn ook in het Engels, want we hebben een paar Engelse kijkers. So, hello everybody. I hope you understand my Dutch. Voor de rest gaat alles in het Nederlands zijn, dus daarom dat de slides in het Engels zijn. En de eerste section, de eerste deel, gaan we eigenlijk eens kijken naar de historische en de culturele inzichten die wij over haaien hebben. En ook kijken welke rol haaien in het marine ecosysteem spelen. Dus best wel belangrijke beginpuntjes. Dus we gaan ermee beginnen. Eerst, wat is een haai? We gaan jullie kennis ook een beetje testen. We zien hier 12 haaien. En jullie mogen allemaal vanuit de chatbox roepen en typen welke haaien wij zien. Dus we gaan eerst even kijken welk vlees we in de kuip hebben voor we naar onze cultuur en historie gaan. Voilà, walvishaai, geweldig. Die zien we al staan. Zijn er andere? Hamerhaai, geweldig Tom, dankjewel. Prachtige beesten trouwens. Tijgerhaai zien we ook. Ja. De witte haai, geweldig. We hebben al een aantal. Walvishaai is al geweest. De bullshark, geweldig. Zandhaai, walvishaai. Oei, het begint een beetje snel te gaan. Verpleegsterhaai. Voshaai is hier alles fout. Die staat er niet tussen. Dus, ik kan niet volgen, dus het gaat heel snel, heel snel. Nu, ik ga jullie een beetje helpen. Voilà. De meeste zijn, denk ik, ondertussen al genoemd. Ivomadder, geweldig, grijze rifhaai, die was nog niet genoemd. De honshaai, helaas, Alex, die staat er niet bij. Dus, wat hebben wij? Op 1 staat de grijze rifhaai, die heeft Ivo inderdaad perfect genoemd. Op 2 staat de zandtijgerhaai. Een superleuk beestje, daar heb ik in een podcast van Glenn al eens iets over verteld. Maar daar gaan we zeker straks nog op terugkomen. De derde is de makko, dus de makreelhaai, iets minder gekend misschien. Dan hebben we de verpleegsterhaai op 4. De vijfde is de bullshark. Dus alles wegklikken, voilà, is de bullshark. De zesde is de oceanic whitetip, dus een van de gekendste haaien in Egypte. Ik denk dat al heel veel mensen hier het geluk hebben gehad om met die haai te mogen duiken. Het is de oceanische witpunthaai. Ja, sorry, ik ga ook af en toe Engelse benamingen gebruiken. Ja, ik
praat af en toe veel Engels op het werk. Dus dat is een beetje beroepsmisvorming. 7 is inderdaad de blauwe haai. Zeer goed, Irene. Dan hebben we 8 de tijgerhaai, die is heel veel genoemd. 9 de witte haai. 10 de hamerhaai. 11 de walvishaai. En dan hebben we eigenlijk helemaal onderaan 12. Heeft daar iemand een idee van? Want die heb ik nog niet zien passeren. Een heel klein, lief, schattig beestje. Oei, toen werd het stil. Nee, honshaai. Nee, ook niet. Geen zandhaai. Helaas geen honshaai. Je moet eigenlijk richting gitaarrog. Nee, ook geen gitaarrog. Je moet richting luipaardhaai. Geweldig, Yannick. Top, luipaardhaai. Dus de luipaardhaai wordt regelmatig verward met de zebrahaai. Nu, dus mensen denken dat een zebrahaai een luipaardhaai is. Maar eigenlijk is dit dus onze luipaardhaai. Een haaitje van ongeveer 1,5 meter groot met een supermooi patroontje zoals een luipaard. En dat leeft tussen de kelpwouden. En ja, superleuk, lief beestje. Dus er zit best wel wat kennis vandaag in de zaal. Even een tussenstand. We hebben 168 live kijkers. Dus dankjewel, echt waar, dankjewel. Ik had nooit gedacht dat we zoveel mensen gingen bereiken. Dus ik vind het geweldig om mijn passie over haaien met jullie te mogen delen. En ook een beetje dingen bij te leren. Want het gaat heel... Zusterhaai, ja, verpleegsterhaai was inderdaad 4. En de tweede was de zandtijgerhaai. Een basis zijn over haaien, aangevuld met iets diepgaandere onderwerpen, zodanig dat iedereen toch een beetje kan bijleren en iedereen aan bod komt. Dus we gaan proberen jullie allemaal iets bij te leren. Cultuur. Ja, cultuur. Je ziet het rode al staan. Tjaus, 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 tjaus. Nu, helaas worden haaien meestal negatief afgebeeld. Mensen denken van, oeh, haaien, ja, dat zijn mensetende monsters, dat zijn alleseters, dat zijn, ja, nutteloze dieren, zeggen zelfs mensen. Dat is allemaal niet waar. Gelukkig zijn er landen zoals Hawaii of bijvoorbeeld zelfs kleine eilandjes in de Malediven en zo, dat de haaien als heilig beschouwen, als goden, als ja, supernuttige dieren. Dus gelukkig zijn die mensen daar. Maar helaas heeft Charles dus heel veel naar de knoppen geholpen. Want door die film heb ik zelfs als 5-jarige kleuter, om zo te zeggen, in het zwembad zitten rondzwemmen en dan hoor je het liedje van durum, durum. En dan denk je van, oh, je zit haaien. Dus zelfs ik als haaienfreak, als haaienliefhebber, had toch als klein kindje dat idee in mijn hoofd. Gelukkig is dat heel snel terug uit mijn hoofd gegaan. Want ja, het zijn helemaal geen moordenaars, zijn helemaal geen moordlustige dieren. Het zijn super toffe beesten. Ik ga dat 100 keer herhalen. Dus als je dat beu bent, zeg maar gewoon, maar het zijn super toffe beesten. Welke dieren zijn het gevaarlijk? Wel dat muggen heel veel slachtoffers maken, mensen die elkaar vermoorden, dat kennen we allemaal, slangen, honden, noem maar op. Maar ik ga dit aanvullen met een paar andere, iets grappigere of ergere weetjes. Haaien, die maken gemiddeld 10 slachtoffers per jaar. Nu, ik zeg gemiddeld, sommige bronnen zeggen 2, sommige bronnen zeggen 15, dus 10 is eigenlijk een mooi gemiddelde. Maar er zijn dingen die nog veel, veel, veel gevaarlijker zijn. Wie heeft er bijvoorbeeld schrik van kokosnoten? Kokosnoten, levensgevaarlijk. Die hebben veel meer slachtoffers dan haaien. Ja, de podcast kan later herbekeken worden eraf. Voilà. Mijn half oog ben ik op de vragen aan het zitten. Dus ik was aan het zeggen, kokosnoten maken veel meer slachtoffers dan haaien. En hoe komt dat nu? Het is niet dat die kokosnoten ineens van op het strand jou bespringen gaan opeten en zo. Nee, je ligt zalig op de Malediven onder een palmboom een dutje te doen. Oing, kokosnoot op je hoofd en je bent dood. Zo sterven er gemiddeld 50 mensen per jaar. Nu, dat valt nog mee. Er zijn nog dingen die veel, veel, veel gevaarlijker zijn. Broodroosters. Broodrooster is levensgevaarlijk. En hoe komt dat nu? Jouw toast blijft zitten in de broodrooster. En sommige mensen hebben de neiging met een vork in die toaster. En we gaan maar liggen porren. En we gaan maar liggen porren. Dus dat is niet zo geweldig. Dus... helaas, mensen worden daardoor geëlektrocuteerd. Zo zijn er ongeveer 200 die sterven op die manier. En dan de allerlaatste, de domste manier van allemaal. Cola. Ah, ik zie hier de koe en de koeien. Levensgevaarlijk. Koeien, je moet er echt schrik van hebben. Ik weet niet exact hoeveel mensen die per jaar eigenlijk doodmaken. Maar het zijn er ook wel een aantal. Maar hetgeen wat ik wil zeggen, cola-automaten. Verschrikkelijke moordenaars. Echt rampzalig. En ik denk dat iedereen het wel al eens geprobeerd heeft. Je steekt geld in de cola-automaat.
En het zakje chips blijft hangen. Wat doen we dan? Met volle kracht aan die cola-automaat beginnen schudden. Maar soms gebeurt het dat die cola-automaat mensen verplettert. Niet zo'n strak plan. Dus die hebben ongeveer 1000 mensen per jaar dat sterven op die manier. Nu, dat is een zeer lullige manier om dood te gaan. Dus alsjeblieft, doe dat niet. Dus als je op een doodspeeltje moet staan, gestorven onder cola-automaat. Niet zo tof. Maar zoals je ziet, er zijn heel veel dingen die veel gevaarlijker zijn dan haaien. En die 10 mensen is eigenlijk allemaal te verklaren. Maar daar komen we straks op terug. Ze eten ons helemaal niet op. Het zijn meer ongevallen. En je gaat me heel veel horen spreken over misverstanden, over ongevallen. En heel weinig over echt aanvallen. Want die dieren die vallen ons niet aan. Het zijn echt misverstanden. Voilà, de echte waarde van onze haaien. Zeer belangrijk. Dus haaien spelen een zeer belangrijke rol in de oceaan, in de diversiteit van onze riffen, van onze oceanen. En ze staan eigenlijk van boven op de voedselpyramide. Maar ga dat één deeltje van de voedselpyramide weghalen, dan valt die volledig in elkaar. Dus helaas gebeurt dat wel. Er worden heel veel haaien gevangen. Dit fotootje vind ik verschrikkelijk. Het gebeurt nog steeds. Er worden miljoenen haaien gevangen. Altijd en alleen voor dat stom vinnetje. En die vin die heeft helemaal geen smaak. Die heeft helemaal geen toegevoegde waarde aan die soep. Want mensen denken van, ja, als ik die soep eet, dan dat geneest kanker. Ik word daar terug potent van. Want ja, alles draait om potentie in sommige landen. Dus helaas is dat allemaal niet waar. Die vin is gewoon kraakbeen. Dat voegt niks toe. Geen smaak, geen structuur, helemaal niks. Enkel een onschuldig dier dat afgemaakt wordt. En ik zeg bewust afgemaakt, want normaal gezien een visserij gebeurt humaan, maar shark finning, dat is verschrikkelijk. Die haaien worden levend uit het water gehaald, worden levend de vinnen afgesneden en dan terug levend in het water gegooid. Die dieren verdrinken. Want die moeten blijven zwemmen. En als ze die vinnen afsnijden, kunnen die helemaal niet meer zwemmen. En die liggen nog echt uren op de bodem af te zien en te creperen. Dus alsjeblieft, steun geen haaienvinnensoep. Steun geen haaienvinning algemeen. Dat is een van de meest verschrikkelijke dingen die er zijn. Eventjes een slokje water. Sorry daarvoor. Dus steun dat alsjeblieft niet. In sommige landen zijn haaivinnen ook illegaal, gelukkig daarvoor. En heel veel transportfirma's weigeren ook nog haaivinnen te transporteren. Dus ze gaan eigenlijk de goede kant op. Dus zolang dat wij dat allemaal blijven verkondigen, en daarom is dit ook zo belangrijk, dat ik jullie allemaal kan toespreken en het belang van iedereen. Kan je haaienvlees? Je kan het eten, maar het is niet zo gezond. Dus rondzaai wordt best wel gegeten. Dus dan, vroeger in België werd dat als zeepaling verkocht. Mensen wouden haai niet eten, daarom dat ze het onder een andere naam verkopen. Maar het grote probleem met haaienvlees is eigenlijk dat er heel veel zware metalen in zitten. Want onze oceanen, rivieren enzovoort zijn best wel vervuild. En we beginnen weer bij de voedselketen. Dus je hebt heel veel kleine garnalen die in de slikken leven van de zee. En die halen best wel wat zware metalen, die eten best wel wat zware metalen. En dan grotere vissen eten die. En zo komen we bij de haaien uit. Dus eigenlijk dat klein beetje kwik dat eigenlijk in die garnaal zit, dat stapelt zich op en dat komt bij de haaien terecht. Dus je kan het eten, maar het is eigenlijk niet zo gezond. Sommige haaiensoorten zijn zelfs giftig, dus die kan je helemaal niet eten. Maar ja, dus ik zou aanraden van eet het alsjeblieft niet, want er zijn er zo weinig. Want ze reproduceren ook heel traag. Sommige haaien hebben maar 1 of 2 jongen. Nu, de walvishaai erentegen, die heeft er 400 per keer, dus er zijn er best wel veel. Maar andere soorten zijn eigenlijk maar 1, 2 jongen. En dus we vangen ze veel sneller dan dat ze kunnen kweken. Dus eet ze eigenlijk alsjeblieft niet. De echte waarde van de haaien. Dit is een zeer onduidelijke slide op het eerste zicht. Maar als we kijken waar de haaitjes zich bevinden, dan kunnen we al eens beginnen nadenken. We zijn eigenlijk de grootste haai, nummer 1, de omgeving van de Bahama's staan. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen, die haaitjes? Dat zijn symbolen van de echte economische waarde van de haaien.
En bijvoorbeeld in de Bahama's brengt het haaientoerisme, en dan spreken we over duiken, over kijken naar de haaien, over conservatie en noem maar op, brengt tussen de 20 miljoen en de 80 miljoen dollar op per jaar. Dat is veel interessanter dan op heel korte termijn gewoon even alle haaien vangen en dan vinden verkopen. Want dat is puur opportunisme, dat is ik wil nu even heel snel geld verdienen, maar die haaien die zijn weg, heb je er nooit niks meer aan, tegenover als je ze gaat beschermen. En als je duikers gaat toelaten om te genieten van die haaien, dan ga je daar op lange termijn veel meer baat van hebben dan op korte termijn gewoon even snel ze opeten en ze zijn weg. Dus ga duiken met die dieren, ga snorkelen met die dieren, geniet ervan, kijk naar die dieren. En als je zegt, ik kan nog niet duiken of ik kan nog niet snorkelen, ja, er zijn cursussen genoeg, SSI biedt die zeker en vast aan. Voilà, nu heb ik SSI nog eens genoemd. Hé, hey, graag gedaan, Tom. Voilà. Nee, dus iedereen kan leren duiken. En om die dieren te bewonderen, moet je zelfs niet kunnen duiken. Bijvoorbeeld in Zuid-Afrika kan je vanop een boot gaan kijken, gewoon naar de witte haaien. Er zijn plaatsen in de Filipijnen waar je walvishaaien gewoon van boven water kan zien. En die dingen, die brengen veel meer geld in het laadje voor de hele economie. Want ja, wij gaan op reis naar de Bahama's, dus wij boeken een hotel. Wij gaan daar eten. We gaan daar ja, af en toe toch ook wel eens een cocktailtje drinken. Dus heel dit gegeven zorgt ervoor dat heel de economie veel meer opbrengt dan zo die ene ja, stomme haaienvin op heel korte termijn. Dus dit is eigenlijk de echte waarde van de haaien. En dan vergeten we ook nog de echte waarde van de haaien in het ecosysteem natuurlijk, hè? Want ja, die houden alles wel in balans. Protecting sharks and humans. Haaien aanvallen, die gebeuren zeer, zeer weinig, maar helaas worden die wereldwijd gepubliceerd. Als er toevallig in Australië of zo een ongeval gebeurt, dan horen wij dat hier op VTM. Dan lezen we dat hier op het laatste nieuws. Haai eet mens op, haai valt surfer aan, noem maar op. Jammer. Ik kan niet meer zeggen dan dat het jammer is. Want er gebeuren heel weinig incidenten. Als we alles bij elkaar gaan bekijken, zijn het gemiddeld 100 incidenten. Die 10 daar juist waren met fatale afloop. Er zijn ongeveer maar 100 incidenten gemiddeld per jaar met haaien. Dat is zeer, zeer weinig. Ik woon in Antwerpen, in België. Als we kijken hoeveel verkeersongevallen hier in Antwerpen dagelijks gebeuren, dat raakt niet tot in Australië. Maar als een haai toevallig zich vergist van prooi, of een haai nog maar met zijn snuit tegen een surfboard tikt, dan spreek ik nog niet over beide, dan wordt dat al als incident gezien. En ja, dat komt direct in het nieuws. Er was nog een vraagje. Heeft het duiken met haaien in een kooi geen negatief invloed op het gedrag? Ja en nee. Dat heeft geen echt negatief invloed, maar op lange termijn. Maar je ziet het dier eigenlijk niet in zijn natuurlijk gedrag. Dus als je nu gaat naar Zuid-Afrika om daar in een kooi te duiken met witte haaien, dan ga je een witte haai zien, zoals hier afgebeeld op de foto. De muil groot open, habbend naar een stukje vis. En hoe komt dat? Die worden gewoon puur getriggerd door de chum. Want witte haaien zijn eigenlijk heel schuwe dieren. Dus als jij met 5 man op een rijtje in die kooi zit in Zuid-Afrika, dan gaan die witte haaien eigenlijk... Nee, die zijn niet geïnteresseerd. Dus die hebben eigenlijk schrik van de kooi. Want wij babbelen, wij kloppen al eens op de kooi, want wij vinden dat tof. Tok, 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 tok. Dus die dieren worden eigenlijk niet getriggerd. Dus wat doen die? Die gaan eigenlijk emmers vissenbloed uren aan een stuk in het water gooien om die haaien te kunnen lokken. En als ze dan in de buurt van de kooi komen, gaan ze een halve tonijn in het water hangen in de hoop dat die haai zo dicht mogelijk bij die kooi komt. Op lange termijn heeft dat helemaal geen invloed voor die haaien, want die, ja, het klein beetje chum dat ze binnenkrijgen is echt niet genoeg om eigenlijk van te leven. Maar je gaat gewoon een haai in jacht zien. Je gaat een jagende haai zien. En dat lijkt meer agressie, maar dat is puur jagen. En dat is niet het beeld dat ik wil geven van haaien. Want de foto's van mij van witte haaien zijn eigenlijk gewoon zwemmende, rustige witte haaien. Deze foto, muil open, tanden zichtbaar, dat is natuurlijk heel spectaculair. Maar ik vind het gewoon zo mooi van een haai te zien cruisen, heet dat. Op zijn gemakje, de vinnen mooi horizontaal, heel rustig. En dat is eigenlijk het beeld dat ik van haaien wil maken. Van ze zijn helemaal niet moordlustig en spectaculair als deze foto. Maar ze zijn gewoon supermooi in hun eenvoud.
Er zijn een paar soorten verantwoordelijk voor de incidenten. Ja, daar komen we zeker direct op terug. En de meeste aanvallen zijn eigenlijk ja, ongewild. En er is eigenlijk een heel mooi verhaaltje rond van hoe je een haaienincident kan, ja, kan uitlokken, kan verklaren. Bijvoorbeeld, we hebben hier, ik zie hier, Chris Houben heeft de laatste gereageerd. Dus Chris Houben is aan het vissen in Zuid-Afrika. Die is mooi aan het vissen. En die is aan het vissen op, hij heeft een geweldige grote tonijn gevangen. Hij is hem aan het binnenhalen, binnenhalen, binnenhalen. Maar ja, we weten allemaal hoe dat vis werkt. Een haak door de lip van de vis, daar komt altijd wat bloed vrij. Dus daar zit vissenbloed in het water. Ondertussen is Marco aan het surfen. Maar het klopt inderdaad dat haaien bloed ruiken van kilometers afstand. Dus Marco is aan het surfen. Maar ondertussen is mijn witte haai, die dat bloed geruikt heeft van die tonijn, die is in volle vaart aan het zwemmen richting de kust, waar die tonijn naar boven gaat. Helaas op dat moment, als die een haai aankomt, is er geen tonijn meer. Dat beest heeft eigenlijk alle alarmbellen geroken, geproefd. Van, oh, er is een vis in ons, er is vissenbloed, oh, etenstijd, de etensklok, ding, 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 ding. En die komt eraan, helemaal niks. Jammer. Dat beestje is eigenlijk best wel uitgeput, want die zwemmen op volle vaart richting het bloed. Dus wat gaan die haaien doen? En dat is iets wat heel veel mensen niet weten en heel veel mensen eigenlijk fout interpreteren. Die haaien die gaan een tijdje in de golven blijven rusten. Want haaien, ja, die hebben wel een goede fysiek, maar soms moeten die een beetje op adem komen. En dat doen die in de golven. En waarom doen die dat in de golven? Golven die breken, die zorgen voor heel veel zuurstof in het water. En als dat dier rustig door de golven zwemt, krijgt hij heel veel zuurstofrijk water over zijn kieven en gaat dat dier eigenlijk veel sneller recupereren. Maar dus onze haai is aan het recupereren van zijn zoektocht en opeens schiet daar bijvoorbeeld een surfplank over zijn hoofd. Tja, wat is dat? Dat dier kent dat niet. En veel mensen, en dat wil ik eigenlijk wel even uit de wereld helpen, veel mensen denken dat haaien surfers verwarren met zeeschildpadden of mensen of zwemmers verwarren met zeeschildpadden of met een andere prooi. Eigenlijk is dat niet waar. Ik kijk regelmatig in de spiegel en ik heb wel een beetje het kapsel van een zeeschildpad. Maar voor de rest lijk ik niet zo op een zeeschildpad. Dus die haai is gewoon zeer, zeer nieuwsgierig. En ik ben al de helft van mijn slides aan het spoilen, aan het verklappen. Maar een haai die gaat met zijn mond gaat die iets verkennen. Die heeft een verkennende beet. En als wij iets willen ontdekken, gaan we dat vastnemen. En met een haai doet dat eigenlijk net hetzelfde. Eigenlijk alle haaien doen dat hetzelfde. Dus dat dier gaat heel voorzichtig die surfplank vastgrijpen. Maar je zit met een witte haai, een mond van bijna 1 meter breed, tanden van zo groot, vlijmscherp. Als wij dit bij onze tanden doen, dan gebeurt er niks. Doe je dat even zacht bij die witte haai, dan ben je eigenlijk al de helft van je vingers kwijt. Die zijn gewoon vlijmscherp, die tanden. Dus dat dier heeft niet de intentie van u op te eten, heeft niet de intentie van u te doden, maar die wil gewoon kijken wat jij bent. Dus je gaat heel zachtjes bijten. Ja, heel zachtjes bijten. Een witte haai van een paar ton, dat kan wel eens fout aflopen. En dat zijn eigenlijk de grootste incidenten die dat er met haaien gebeuren. Niet omdat ze ons willen opeten, niet omdat ze denken dat wij prooi zijn. Ze zijn gewoon nieuwsgierig en ze worden door externe factoren eigenlijk getriggerd. Er heeft ooit Erik Ritter, misschien zegt die naam jullie iets, dat was eigenlijk een beetje de shark dokter, eigenlijk een beetje een misverstaande kerel, maar die heeft een hele mooie uitspraak gedaan. Die zei, er zijn geen gevaarlijke haaien, er zijn enkel gevaarlijke situaties. Dus je kan perfect met haaien zwemmen, maar kijk naar de situaties. Speervissers. Die worden heel veel aangevallen, maar die schieten een paar vissen. Wat doen die? Die binden de dode vissen rond hun middel en blijven verder zwemmen. In haaiengebied is dat niet zo'n strak plan. Je zit met het prooidier, het bloed, het prooidier van die dieren rond je middel. Als ik met een hoop hamburgers rond mijn buik in Antwerpen centrum rondlopen, denk ik dat er ook wel eens iemand mij zou bijten. Want dat ben ik vergeten te zeggen bij een van de vorige slides. Mensen zijn gevaarlijk. En we hebben gezien dat er een paar honderdduizend mensen vermoord worden. Maar er is nog iets veel erger eigenlijk. Enkel alleen in Londen, en Londen is best wel een grote stad, worden er elk jaar 10 mensen in het ziekenhuis opgenomen met beetwonden van andere mensen. Dus je loopt gewoon in de metro van Londen en een of andere loco
die gaat in uw gat of in uw arm of uw been bijten zo erg dat je naar het ziekenhuis moet om genaaid te worden. Dus gemiddeld 10 mensen per jaar. Dat is evenveel als er slachtoffers zijn bij haaien. Dus ik voel mij veel veiliger tussen alle haaien van heel de wereld dan ik in de metro van Londen zou zijn, omdat er een mens potentieel mij zou kunnen bijten. Dus haaien vind ik. Haaienkleuren. Ja, maar niet zoals wij. Geen intentie om te doden, voilà, inderdaad. Hoe denk je over duiken met haaien en tegelijk voederen? Ook weer een hele moeilijke vraag. Soms is het nodig. Waarom is het nodig? Afhankelijk van het soort duiken dat je wilt doen. Het duiken met toeristen vind ik chummen zonder te voederen kan. Dat is mijn persoonlijke mening. Hè. Er zijn heel veel andere meningen van. Maar mijn persoonlijke mening is het duiken met haaien. Bijvoorbeeld op Tiger Beach wordt het gedaan. Je hebt een grote box waar visafval in zit. Daar komt bloed vrij. Dus de haaien worden niet gevoederd. Ze worden enkel alleen met geur gelokt. En dat vind ik oké. Waarom vind ik dat oké? Omdat anders niemand de kans heeft om die dieren te zien. Om ze te gaan voederen, echt gaan voederen, om ze zo dicht mogelijk bij u te krijgen, om zo dicht mogelijk de perfecte foto te maken. Nee, dat vind ik niet oké. Want zo creëer je heel gevaarlijke situaties. Maar, en dat is een hele grote maar, als je ze voedert, bijvoorbeeld Christina Zenato, op vrouw, er zijn heel veel verschillende meningen over. Ik heb het geluk gehad van met die vrouw te mogen samenwerken in de Bahama's. Die voedert ze wel, maar die voedert ze om ze heel dicht bij haar te krijgen, zodanig dat ze vishaken kan verwijderen, maar, nog veel belangrijker, ze kan DNA-stalen afnemen van die dieren zonder ze eigenlijk te gaan verdoven. Ze kan ze opmeten, ze kan bloedstalen afnemen. Dus die werkt met wilde haaien op een gentle tonic manier. Dus die neemt eigenlijk een stuk, ja, die lokt ze met vis en die voedert ze ook. Maar dan gaat die eigenlijk dieren rustig vastnemen en die kan er bijna alles mee doen wat ze wilt. Er zijn voorstanders, er zijn tegenstanders van. Ik persoonlijk ben voorstander en dat is puur omdat andere manieren van haaien, ik kan best vergelijken met een viking op een boeg. Wow, we gaan een haai vangen. Wow, we grijpen die vast, we draaien die om. Ik zou dat persoonlijk als haai zijn en niet zo leuk vinden. Haar manier, de gentle tonic, is heel zachtaardig. En ja, er wordt gevoederd, maar het creëert geen gevaarlijke situaties. En dat zijn mensen, dat zijn professionals. Dat kan ik niet genoeg eigenlijk benadrukken. Professionals die weten waar ze mee bezig zijn. Als wij bijvoorbeeld met een emmervis in Egypte in het water springen, echt niet doen. Dan ben je dood. Punt. Die haaien doen het er niet om. Maar als jij met een emmervis, met hun lievelingseten, met hun voedsel in het water komt, die weten niet waar de vis stopt en waar jouw hand begint. Dus dat is echt het domste wat je kan doen. Voilà, ik ga eventjes... de haai zelf wordt dan toch op de rug gelegd. Dan wordt zijn systeem uitgeschakeld. Ja, dat is immobility. Daar ga ik nog op antwoorden. En dan gaan we eventjes verder. Want anders... Ja, ik had gezegd dat het webinar 90 minuten ging duren. Maar anders zijn we denk ik een hele avond bezig. Want ik kan lullen over haaien. Dus de tonic immobility. Dat is eigenlijk de ampoule van Lorenzini een beetje gaan kortsluiten. Die ampoule, daar komen we straks over terug. Dus wat gebeurt er? Het zesde zintuig van de haai gaat eigenlijk kortgesloten worden, waardoor de haai in een soort van trance geraakt. En dat is zeer belangrijk, want haaien die hebben dat nodig voor de paring, voor de vrouwen net iets aangenamer te maken. Maar daar komen we zeker nog op terug. Maar dus onthoud even de tonic immobility, dus de tonische immobiliteit. In het Nederlands klinkt dat niet, dus daarom tonic immobility. De volgende slide. Dus hier zijn onze drie helaas gevaarlijkste haaien. Nu, gevaarlijkste, met deze drie gebeuren de meeste ongevallen. De stierhaai, de tijgerhaai en de witte haai. Waarom deze drie? Heeft daar iemand een idee van waarom deze drie? Oei, eventjes geen reactie meer. Geen probleem. De stierhaai is eigenlijk het gemakkelijkste te verklaren. Dat is helemaal de linkse, de stierhaai. Dat diertje, dier kan toch wel een paar meter worden. Dus de stierhaai, die zwemt ook in zoet water. Die gaat eigenlijk de Zambezi-rivier opzwemmen. En de Zambezi-rivier is super troebel. En helaas komen daar ook heel veel mensen in voor. Dus veel mensen doen dagelijks bad daar, die gaan kleren wassen, noem maar op. Dus die dieren komen heel veel in contact met mensen. En in het troebele water is het voor dat dier heel moeilijk om een onderscheid te maken tussen een prooi of een been van een mens. Zoals ik al zei, een haai
die gaat niet altijd bijten met intentie van op te eten of te doden. Dus die stierhaai die gaat ook in dat been kijken wat het is. Maar ja, de stierhaai dat kijkt in een been wat het is, is niet zo heel goed. Voilà, inderdaad, ze weten in troebel water niet wat of wie je bent. Voilà, geweldig, Yannick. Altijd honger zou ik ook niet durven zeggen. Want bijvoorbeeld, we gaan even over de volgende haai. Een tijgerhaai. Tijgerhaaien kunnen massaal veel eten. Maar eens die voldoende gegeten hebben, kunnen die zelfs periodes van maanden zonder eten eigenlijk hebben. En de tijgerhaai komt inderdaad ook ondiep voor. Andere manier van jagen. Voilà, geweldig publiek vandaag. Zeg, de meeste mensen weten al heel veel. Of jullie hebben de cursus al zeer goed gelezen. En de witte haai eigenlijk net hetzelfde. Dus dat dier komt heel dicht bij de kust voor. Kijk maar bijvoorbeeld Zuid-Afrika en Australië. Daar komen die tot echt net onder de kustlijn. En er is gewoon heel veel contact met deze drie haaien tussen mens en dier. En hoe dichter dat wij mensen in hun territorium indringen, want ik zie het eigenlijk op die manier, wij dringen hun territorium binnen, hoe meer risico dat er is natuurlijk dat er iets gebeurt. Nu, als je de lichaamstaal van de haaien kan lezen, kan je al heel veel manieren, eigenlijk heel veel incidenten voorkomen. Maar daar komen we ook weer direct terug, want de lichaamstaal is best wel interessant. Hoe moet je omgaan met haaien? Voilà. Heeft iemand van jullie eigenlijk ooit al gedoken met haaien? Dat is een open vraag. Dat mag een kleine hondshaai zijn, dat kan een hondshaai zijn, een witte haai zijn, tijgerhaai, de Oceanic White Tip in Egypte. Heeft daar al ervaringen mee? Walvishaai, geweldig. De ultieme droom, zeker waarmaken. Yes, zie ik daar. Ja, Angel Sharks, super. Witte haai, helemaal geweldig. Black Tip Reef Shark, we hebben meerdere keren, helemaal geweldig. Dus jullie hebben best wel wat ervaring met het duiken en zwemmen met haaien. Nu, ik ga toch even vertellen wat je moet doen, want het fotootje is wel duidelijk. Maar het eerste en het allerbelangrijkste, blijf alsjeblieft van voor het dier weg. Ik zelf ben niet de meest sociale persoon. Dat lijkt niet zo, maar ik ben nu tegen mijn computer aan het babbelen, dus hey, tof. Maar als ik tegen mensen moet praten, en jullie komen heel dicht hier voor mijn gezicht hangen, word ik zelf heel ongemakkelijk. Haaien hebben dat ook. Haaien hebben een hele kleine bubbel. Dus als je in die bubbel komt, dan die willen weg. En dat dier heeft een schrikreactie, en dat is naar voren. En als jij in de weg hangt, dan heb je pech. Dus probeer alsjeblieft gewoon uit het zicht van dat dier te blijven, uit van voor. Zorg dat hij altijd een veilige vluchtweg heeft. Dat is super belangrijk. Dan hebben we eigenlijk ook nog het slakje bij onze duiker. Nu, fotografen onder ons, die duiken sowieso al als een slak. Maar waarom is dat eigenlijk heel rustig bewegen? Het leukste voor een haai is dit. Flapper, 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 flapper. En dan nog liefst met gele vinnen. In het haaienwereldje is er iets als yum, yum, yellow. Dus als je haaien wilt lokken op een hele foute manier, doe gele vinnen aan. Begin zo te spartelen. Flapper, 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 flapper. En je hebt heel snel de aandacht van die haaien. Maar dat is een aandacht dat je niet wilt. En zo maak je je eigenlijk als prooi. Dus blijf gewoon heel traag duiken, zoals het altijd moet. Hou je handen mooi binnenin, niet zo gaan flapperen. Dus een goede duiktechniek, daar begint gewoon alles bij. Fotograferen, duiken met haaien, duiken in doosjeschellen. Zorg dat je je duiktechniek onder de knie hebt. Dus traag duiken, handen binnenboord. Zeker niet aanraken. Veel mensen hebben de neiging van zoiets een haai te willen aaien. Waarom? Ik weet het niet, maar mensen hebben de neiging. En voeden ze alsjeblieft niet. Hè. Dus als je geen professional bent, die weet waar je mee bezig bent, doe het niet, want dat kan zeer fout aflopen. Nu, als je je bedreigd voelt door een haai onder water, zijn er een paar hele goede manieren. Nu, iedereen zegt, bonk op de neus. Dat is heel drastisch, ja, maar dat werkt wel. Maar er zijn manieren om dat te voorkomen. Want bonk op de neus is echt wel een van de allerlaatste dingen dat je kan gebruiken. Nu, als een haai interesse toont in jou, en wij hangen normaal altijd heel mooi horizontaal, ga gewoon verticaal hangen. Haaien die hebben een heel slecht dieptezicht. Als wij horizontaal in het water hangen, dan lijken wij al heel groot voor dat dier. Onze bellen boven ons maken ons nog eens groter.
En die haai weet niet wat er allemaal achter ons zit. Dus wij lijken een heel groot, imposant dier. En dan gaat de interesse eigenlijk al veel, veel verminderen. Als je wilt dat de haai naar jou komt, klein bolletje, dan willen we natuurlijk niet, we willen echt niet als prooi gezien worden. Dus maak je groot, maak je imposant, dan gaat de interesse vooral afnemen. Hou ook vooral oogcontact met een haai. Want bijvoorbeeld witte haaien en tijgerhaaien, die vallen langs achteraan. Dus als je ooit in een gevaarlijke situatie komt, zorg altijd voor oogcontact en ga naar boven. Als je je niet op je gemak voelt met een haai, ga rustig naar boven, ga uit het water, want zij zijn baas onder water. Je mag Rambo zijn, je mag eender wie zijn. Tegen een haai, dat haal je niet. Kloppen op de neus, ja, dan schrikken ze. En waarom schrikken ze? Die ampulle, dat zijn elektroreceptoren, die worden verstoord door op te kloppen. Dus eigenlijk dat dier gaat schrikken. Maar als die een haai echt interesse heeft, dan blijft die terugkomen. Dus ga gewoon uit het water. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Nu, ik duik al 15 jaar en ik heb nog nooit zo'n situatie meegemaakt. Dus het is zeer zelden dat een haai echt prooi interesse heeft in duikers. Er zijn uitzonderingen, ik ga me niet over zeggen dat het nooit gebeurt, maar het is zeer, zeer uitzonderlijk. Ik heb het geluk gehad van over heel de wereld al met heel veel haaien te mogen duiken. En als je zelf een beetje respect toont voor het dier, dan gaat dat dier ook heel veel respect tonen voor jou. Dat is superbelangrijk. Het begint bij respect. Wat staat er nog? Ja, respect die animals. De omgeving kennen, ja, dat is belangrijk. Weet naar waar dat je kunt, weet wat er zit, weet wat dat je kan verwachten. En leer haai gedragen, dus de lichaamstaal. Nu, waaraan kan je zien dat haai eigenlijk heel slecht gezind is? Het prentje toont het al heel mooi. Ze beginnen eigenlijk met de borstvinnen naar beneden. Dus eigenlijk normaal een haai. Een haai is wel mooi, ontspannen met de borstvinnen horizontaal. Als ze zich niet op hun gemak voelen, dan gaan de borstvinnen helemaal naar beneden. Zoals op het prentje gaan ze volledig verticaal hangen. Dat is een beetje zoals een straaljager. Dan zijn die klaar om heel snel weg te schieten of uit te halen. Dus dat is een eerste waarschuwing. De tweede waarschuwing is de rug. Ze gaan eigenlijk een S-vorm maken met de rug. Ook weer dat ze heel snel kunnen uithalen. Dat is de tweede waarschuwing. De derde waarschuwing, tanden. Haaien die kunnen de kaak een klein beetje naar voren stuwen. Dus als een haai zich heel geprikkeld voelt, heel ongemakkelijk voelt, dan gaat hij het lijkt op geeuwen. Dus hij gaat de muil open doen en hij gaat zijn tanden laten zien. En dat is echt een van de laatste waarschuwingen. Dat is echt dreigen. En dat wil zeggen, oh, ik voel mij hier heel bedreigd. Ga alsjeblieft weg of er komen vallen van. Dus dat zijn drie hele duidelijke waarschuwingen de haaien gaan doen en dat heel veel mensen gewoon fout interpreteren. Dus borstvinnen verticaal gaan hangen, dat wil zeggen, neem een beetje afstand. Rug in een S-vorm, dat wil zeggen, neem zeker maar een beetje afstand. En als ze tanden laten zien, dat is echt een laatste waarschuwing, dan moet je echt wel het dier respecteren. Want wij vinden het niet fijn dat mensen in onze bubbel zitten, maar haaien vinden dat ook echt niet fijn. Voilà, het volgende hoofdstukje. We moeten er een klein beetje vaart maken dat we geen 2 uur bezig zijn. Dus de objectieven die gaan we even overslaan, die kunnen jullie wel lezen. Voilà. De Shark Evolution. Haaien zijn al fantastisch oude dieren. 440 miljoen jaar zijn die hier al. En helaas, sommige soorten dreigen de mens niet te overleven. Sommige soorten dreigen uit te sterven. Ook al zijn ze hier al zo lang. Wij zijn alles naar de piep aan het helpen. De oudere haaien, die zagen er helemaal anders uit. De gekendste oude haai is natuurlijk de megalodon, een gigantisch groot beest. Daar komen we ook nog op terug straks, dus dat is eigenlijk de gekendste. Maar hoe weten we nu hoe dat die eruit hebben gezien? Dat is aan de hand van fossielen. Want fossielen bij haaien, die zien er helemaal anders uit dan van een dinosaurus. Want haaien, die hebben een kraakbeenskelet. En kraakbeen, dat bewaart niet zo goed. Dus we weten niet alles van hoe dat die haaien er echt uitgezien hebben. Bijvoorbeeld een Tyrannosaurus rex, die kunnen wij dat het kleinste beentje, botje, kunnen wij namaken. Maar van een megalodon of zo, er ontbreken gewoon heel veel stukken kraakbeen. Dus we kunnen wel een beetje gissen hoe dat die eruit hebben gezien. Maar toch 100% weten we niet zeker.
Dit is de moeilijke. Dat is de families, de acht ordes van haaien. Ik ga mijn tong niet breken met eigenlijk alles voor te lezen. We kunnen beginnen bij de Hexanciformes. Voilà, dat is het eerste woord. Geweldig, dat is me toch gelukt. Dat zijn eigenlijk de acht verschillende families van haaien. Nu, ik ga het Latijnse laten voor wat het is, want ik ben echt geen krak in Latijn te spreken. Dus ik ga de Engelse eigenlijk vertalen naar het Nederlands. We hebben de cowsharks, dus de koehaaien. En een van de gekendste van die koehaaien is onze seven-gill shark, de cow shark, vroeger genoemd, dus de koehaai. Dus de seven-gill heeft eigenlijk gespleten en is een dier dat leeft in Zuid-Afrika. En een van de oudste vormen van haaien, een prachtig beestje, lijkt een beetje op de Groenlandse haai. Ik weet niet of jullie daar ooit al van gehoord hebben, van de Groenlandse haai. Maar dat is het dier dat het oudste ter wereld kan worden. De meeste mensen denken, oh, Galapagos-schildpadden, die worden geweldig oud. De Groenlandse haai wordt nog ouder. Ze hebben onlangs een dier gevonden dat ze bijna 500 jaar oud schatten. Dus dat is gewoon geweldig. Nu, die groeit 1 centimeter per jaar. Die zwemt gigantisch traag. Heeft ook in heel koud water. Dus daarom denken ze dat die zo oud kan worden. Maar dus onze seven-gill lijkt daar een beetje op, een heel primitieve vorm van haaien. Dan hebben we onze doornhaaien. En de gekendste is een van mijn favoriete kleine etterbakjes. Dat is de cookie cutter shark. Die naam sowieso al geweldig, de cookie cutter shark. En wat doet dat? Dat is een beestje zo groot. Hij heeft een rond mondje. En je moet maar eens kijken als er zo'n walvissen in beeld komen of grote zeezoogdieren. Die hebben regelmatig ronde plekken op hun hoofd, op hun lichaam, noem maar op. En meestal is dat van gevechten met reuze inktvissen. Maar de cookiecutter zit daar ook tussen. En de naam zegt het zelf al, dat beestje zuigt zichzelf vast op die grote vis of zeezoogdier. En die gaat gewoon een klein rondje uitzagen uit die vis. En die laat hem gewoon terug los. Dus die zaagt gewoon zijn eigen koekjes uit zijn prooi. Er zijn zelfs gevallen dat dat ook al eens bij mensen is gebeurd. Heel, heel weinig. Maar dat er gewoon iemand een stukje cookie-cut uit zijn been had. Maar dat is super zeldzaam. Dat is wel een heel leuk klein etterbakje, noem ik. Want eigenlijk pest die gewoon andere dieren. Want die andere dieren sterven daar niet van. Die hebben daar ook heel weinig last van. Dat is een beetje zoals een bloedzuiger. Gewoon een extra large bloedzuiger. Dan hebben we de zaagvissen. Dus misschien hebben jullie die er nog nooit van gehoord, maar dat lijkt op een gitaarhoor. Met een gigantisch grote zaag op een snuit. En dat zijn zeer agressieve dieren naar anderen. Naar duikers helemaal niet, maar andere vissen, andere dieren onder water, die worden echt met die zaag, worden die weggejaagd, er wordt mee geklopt. En dat komt echt hard aan. Dat is puur kraakbeen. Dus als ze daarmee slagen, kunnen ze zelfs een arm of een been van een duiker breken. Maar super rustige dieren naar ons toe, naar duikers, naar zwemmers, nooit geen problemen. Het is echt puur als ze zich bedreigd voelen door andere haaien, want haaien eten haaien, dat is de natuur, of dat er gewoon soortgenoten lastig doen, dat zijn eigenlijk wel een hele sterke beesten. Dan hebben we de zee-Engelse ancient sharks. En de gekendste leeft in Tenerife, of Lanzarote. Dat is eigenlijk, het lijkt op een rog, maar het valt is nog een haai. Dat is eigenlijk een heel plat dier, zo'n muil. Prachtig beestje. De bullhead sharks. Dat is eigenlijk vooral de heterodontus soorten, de stierkophaaien. Dus geen stierhaai, maar de stierkophaaien. En als jullie vanavond nog zin en tijd hebben, moeten jullie maar eens googelen naar de eieren van de, bijvoorbeeld de Port Jackson, die hier als voorbeeld op staat. Of de heterodontus zebra. Dat zijn de haaien-eieren die het mooiste zijn van al. Die zijn volledig spiraalvormig, die zijn gedraaid. Dus elke soort heeft zijn uniek eitje. Zeer mooi. Dan hebben we de makreelhaaien. En versta me niet verkeerd, want je hebt een makreelhaai. Maar je hebt ook nog de familie makreelhaaien. En daar behoort eigenlijk de witte haai tussen. En waarom heet dat makreelhaai? Eigenlijk aan de hand van de neus, de stand van de vin en zo. Daarom wordt bepaald makreelhaai. Dus de witte haai, nou, dat is de gekendste haai van allemaal. Dan hebben we de tapijthaaien. Nu, de tapijthaaien, de walvishaai, de gekendste. Maar waarom heet dat in godsnaam nu een tapijthaai? Nu, er zijn hier al mensen die gelukkig ooit een walvishaai hebben gezien. Maar die heeft een supermooi patroon. En een andere tapijthaai is bijvoorbeeld de wobbegon. Die heb ik hier ook al zien passeren. Die hebben allemaal zo'n patroon. Dat lijkt een beetje op een tapijt. Dus eigenlijk heel logisch, vandaar tapijthaai. En dan als laatste, en dat vind ik een beetje een foute vertaling, want hier staat ground sharks, dus je zou denken grondhaaien, maar eigenlijk zijn het de roofhaaien.
En daar is onze gekendste vriend natuurlijk de tijgerhaai. Het was een beetje een saaier stukje theorie, dus voilà. Naar het volgende. Cijfertjes vinden wij altijd wel heel interessant en fijn. Dus 512 soorten haaien, dat is best wel veel. En dan helemaal van boven zien we onze megalodon, 20 meter lang. Daaronder onze walvishaai. Nu, walvishaaien, dat varieert tussen de 12 en de 18 meter, afhankelijk van welk boek of internet dat je raadpleegt. Dus ja, ik zeg altijd 12 meter, dat lijkt me net iets realistischer. En daaronder onze witte haai en een duikertje om een vergelijking te geven. Nu, 20 meter, dat moet super imposant geweest zijn, zo'n megalodon. Ik hoop persoonlijk dat hij nog leeft. Het zou tof zijn, mochten we er ooit eens eentje zien. Maar ja, de kans is natuurlijk zeer klein. Haaien zijn vissen, tuurlijk. Iedereen weet dat. En daar gaan we een beetje verder op in. Want haaien en vissen, die hebben alle twee vinnen, die hebben alle twee kieuwen en die hebben alle twee ook een sensorsysteem. En daar wil ik een beetje verder op ingaan. Want die hebben de zijlijn. De zijlijn is eigenlijk een super... Voilà, even teruggaan. Dat is eigenlijk een superleuk dingetje. Dat is een laterale lijn over het lichaam van de haai. Daar kan die beweging mee waarnemen. En elke vis heeft dat. Want waarom zwemmen vissen bijvoorbeeld in een school nooit tegen elkaar? Door die zijlijn. Die weten perfect waar de andere vissen zijn en waar die zich bevinden. Dat is een superhandig zintuigje. Dus haaien hebben dat ook. Haaien hebben nog een paar andere leuke dingen. Want ja, natuurlijk zijn haaien beter dan de gewone vis. Haaien zijn top. Gezegd. Dus haaien zijn top. Dus die hebben nog een paar extra leuke onderdeeltjes. Wat maakt een haai een haai? Van een kraakbeenskelet. Dan hebben we de scales, de tanden die vervangen de kieuwslits, de grote lever en de interne bevruchting. Dus die gaan we nog eventjes bespreken bij de volgende slide. Hier hebben we onze mooie haai. Eigenlijk, ja, ik spreek voor zich. Hè. Dus het enige wat ik op deze slide echt wil laten zien, moeten we eventjes naar nummertje 4 kijken. Nummertje 4, daar bevinden zich de ampullen van Lorenzini. Daar heb ik er juist al over gepraat, over de tonic immobility. Nu, die ampullen, dat is het beste zintuig. En ik ga de hamerhaai als voorbeeld nemen, want die heeft er eigenlijk het meeste. Het zijn elektromagnetische receptoren. Dat is een geweldig mooi woord. Komt niet in de quiz, dus niet opschrijven. Dus elektromagnetische receptoren. En wat doen die dieren daarmee? Die kunnen elk spiertje in een mens, in een vis, in een schildpad, eender welk dier, in elk spiertje dat een elektrische puls uitstoot, kunnen die opvangen. En waarom wil ik nu de hamerhaai zeggen? Hamerhaai, met die hele platte lange snuit, heel die snuit zit vol met de ampullen. Dat dier, dat leeft eigenlijk vooral van roggen. En die dieren graven zich in. Bijvoorbeeld zo'n grote platvis, een rog, een tarmot, nou geen tarmot, maar zo de tropische variant daarvan. Dus die graven zich in. En met die ampullen kan die eigenlijk zelfs de prooi vinden tot bijna een halve meter onder het zand. Dus die rog denkt van, oh, ik zit veilig, ik ben ingegraven, helaas. Dus zolang dat dier een hartslag heeft, gaat die haai die kunnen waarnemen, gaat die haai eigenlijk kunnen zeggen van, hela, jij zit daar. En dan gaat die met die grote kop, met die hamer, op het zand duwen, die rog vastpinnen, en dan met die onderkaak uitstuwen om zo zijn prooi te vangen. Dus de ampullen van Lorenzini, ik wou dat wij het hadden, maar helaas, dat is het beste zintuig van dat diertje. Dus onze haaienhuid, het skelet, wordt eigenlijk ook wel huidtanden genoemd. Haaien hebben geen schubben zoals alle andere vissen, dus die hebben huidtanden. En dat lijkt een beetje op een maliënkolder van de ridders. Dus eigenlijk een heel goed kevlar. Als je daar met de richting mee over wrijft, dus ik zeg, kom niet aan haaien, maar als mensen willen weten hoe het voelt. Dus als je van het hoofd naar de staart wrijft, is het eigenlijk verrassend glad en heel zacht. Ga je tegen de richting invrijven, is het super ruw. En heel vroeger, en zelfs in sommige landen nog steeds, wordt er van haaienhuid schuurpapier gemaakt. Jammer. Dus dat is niet zo tof. Wat er ook nog gebeurt, ik heb eigenlijk heel weinig over roggen gezegd tot hiertoe. Ik wil wel één dingetje nog zeggen, omdat we over schuurpapier bezig zijn. De blauw gestippelde pijlstaartrog, we kennen die allemaal van Egypte, supermooi beestje. Blauw is eigenlijk deze, van de duiktegen, supermooi beestje. Dat dier wordt ook nog gevangen en wordt heel veel gevangen. En je zou het niet denken, maar daar worden eigenlijk velletjes van gemaakt voor tamboerijnen en voor drumstellen. Alsof dat er echt geen betere alternatieven zijn dan de huid van een rog.
Nou, dus mensen vinden dat blijkbaar nog altijd heel tof om dierlijk materiaal te gebruiken daarvoor. Maar dus onze haaienhuid wordt helaas ook nog gebruikt. Wat gaan we daar nog over zeggen? Voilà, dat is eigenlijk het belangrijkste. Nu, de haaienhuid is eigenlijk ook de inspiratiebron voor de moderne atleten. Want je hebt de shark suit van de zwemmers. Eigenlijk is een beetje de maliënkolder, de huidtanden zoals onze haai eigenlijk ook gemaakt zijn. Voilà. De tanden en het eten. Dus de tanden zijn eigenlijk die hangen heel hard van soort tot soort af. Ik wil er eentje van zeggen, eigenlijk maar onze eggerhaai heeft een tand in de vorm van een blikopener. Nu, waarom is dat? De eggerhaaien durven wel eens schildpadden eten. En ik weet niet of jullie ooit al eens geprobeerd hebben om een schildpad op te eten. Niet doen, maar dat is verschrikkelijk taai, verschrikkelijk hard. Dus die eggerhaai heeft tanden aangepast om het schild te breken van een zeeschildpad. Dat is de natuur. Ook al ben ik fan van zeeschildpadden, dat is de natuur. Dus die eggerhaaien zijn daarop voorzien. Er zijn ook haaien, filterfeeders. Bijvoorbeeld de walvishaai. Die heeft tanden, maar minuscule kleine tandjes, want die gebruikt hij niet. Die zuigt gewoon water naar binnen en die filtert zijn prooi, plankton, kleine visjes, filtert eigenlijk uit het water. En ze kunnen natuurlijk ook tanden vervangen, hè, maar dat wisten jullie waarschijnlijk ongetwijfeld allemaal. Hè. Dus als er een haai bijt, dan breekt een tand af, er zit altijd een tand klaar aan het achterste rij om naar voren te klikken, zodat een haai nooit zonder tanden valt. De kieuwen. Die zijn wel iets anders dan bij de meeste vissen. Dus haaien die hebben kieuwspleten. Dat gaat van 5 tot 7. Dus bijvoorbeeld de 7-gill heeft er 7, de meeste haaien hebben er 5. En zoals iedereen denkt, en ik zeg dat ook wel heel veel, maar eigenlijk is dat fout, moeten de meeste haaien blijven zwemmen om te kunnen ademen. En dat zijn eigenlijk de ramventilatoren. De ramventilators, in het Engels, klinkt mooier. Nu, dat is niet 100% waar. Er zijn ook bijvoorbeeld de citroenhaaien, die vallen onder deze soort, maar die kunnen ook een paar minuten, eigenlijk 10 minuten, gemakkelijk stil liggen om zich te laten poetsen door poetsvisjes. Maar nog belangrijker, om te paren. En haaien paren vrij ruw. Dus wat gaat er gebeuren? Er gaat een mannelijke haai zich vastbijten in het vrouwtje. En dan gaan die op de grond liggen. Dat vrouwtje draait zich op de rug. Dan komen we weer aan onze tonic immobility. Want waarom is dat? Als er een mannelijke haai bijt, is echt bijten om te bijten. Die zegt van, die vrouw die is van mij, ik laat die niet meer los. Die bijt in de kieuwen, die bijt in de vinnen. Soms bijt die zelfs stukken uit de vinnen. Dus dat is heel ruw dat eraan toe gaat. Dus wat heeft moeder natuur, geweldig dat ze is eigenlijk ontworpen. Die haai, die wordt om de rug gedraaid. Dat vrouwtje gaat niet tegenstribbelen, die weet ook van niks. Dus die gebeurt tijdens de paring is die volledig weg. Het mannetje paard, die ligt met een bek open in de stroming, dus er blijft eigenlijk water over die kieuwen stromen, dus die hoeft daar niet per se voor te zwemmen, dus dat blijft te stromen, zo kan die ademen. Na de paring, de stroming gaat vrouwtje terug overeind blazen, dus die kunnen effectief wel een aantal minuten stil liggen zonder te zwemmen, want bijvoorbeeld de rifhaaien die getransporteerd worden in publieke aquariums, die worden eigenlijk in best wel kleine containers getransporteerd, maar er zit een superhoog zuurstofgehalte in het water. Dus ook al zwemmen ze niet, doordat er heel veel zuurstof in het water zit, gaan die nog perfect kunnen ademen. En dan hebben we eigenlijk de buccal pompers. Dus dat zijn eigenlijk dieren die op de bodem blijven liggen. En het beste voorbeeld is natuurlijk onze verpleegsterhaai. Dus die blijven liggen en die pompen zelf water over hun kieuwen, zodat er constant vers water over de kieuwen stroomt. We hebben de zebrahaai, is een soort van de bamboehaai, de verpleegsterhaai. Er zijn er best wel heel veel. Maar de meeste mensen denken niet dat de haaien zijn. Als wij aan haaien denken, wij denken direct een rifhaai, een witte haai. Dus dat zijn onze zwemmende haaien. De lever. Hier wil ik wel eventjes op stilstaan, want het is jammer genoeg een zeer populair item in de cosmetica. De lever is eigenlijk het grootste orgaan van onze haaien en die is heel vettig. En haaien verschillen ook van vissen doordat haaien geen zwemblaas hebben en die regelen hun drijfvermogen door die vettige lever. En wat zit daarin? Squaline. Nu, dat wordt gebruikt in de cosmetica helaas om make-up van te maken. Dus miljoenen, miljoenen haaien, die de vinnen worden afgesneden en die het geluk hebben van direct aan boord te komen en afgemaakt te worden, die levers worden verkocht aan de cosmetica.
Doe dat ook alsjeblieft niet. Kijk gewoon op het potje. Zit daar squalene of niet? Het wordt heel veel nog gebruikt. Er zijn heel veel andere goede alternatieven voor dat product. Dus kijk gewoon eventjes, zit het erin of zit het er niet in? Dat is heel simpel en daar kan je heel veel haaien ook mee helpen. Want als niemand het niet meer koopt, wordt het ook niet meer verkocht. En uiteindelijk hoop ik dat ze er geen haaien meer voor vangen. Maar dat is wel een belangrijke, want daar worden ook heel veel haaien voor gevangen. En dat is, ja, die haai kan er niet aan doen dat hij dat heeft, want die lever die scheidt dat af om het refvermogen te regelen. Nu, er zijn haaien, bijvoorbeeld onze zandtijgerhaai, die heeft nog iets anders. Die regelt zijn drijfvermogen met zijn lever, maar die gaat ook aan de oppervlakte lucht happen. En als die moet zinken, zoals wij onze BCD of als de duikers een trimvest leeg laten, gaat die eigenlijk boeren en schepen laten. Dus dat dier is aan het zwemmen. En eens hij er langs onder, scheetje, en dan weten dat hij naar beneden gaat. En eigenlijk zijn er nog verrassend veel dieren die op die manier een drijfvermogen regelen. Iedereen vindt zeekoeien en manatees geweldig. Oh, dat zijn de zeemerminnen, dit en dat, noem maar op. Ja, dat zijn zeemerminnen. Maar die laten nog veel meer scheten dan onze haaien bijvoorbeeld. Dus je moet er echt maar eens op letten als je de kans hebt in Egypte of in Florida om met die dieren te zwemmen. Eigenlijk onder de paar meter zie je ze wel. Dus als ze dat zeemerminnen noemen, ja, sorry voor de zeemerminnen, maar dan denk ik dat die toch ook best wel veel scheetjes laten. Dus, voilà. Dus nooit een zeemermin vertrouwen. Gouden les vanavond, nooit een zeemermin vertrouwen. Wat hebben we dan nog? Hoe bewegen haaien? How sharks move? Eigenlijk, haaien die zijn super gestroomlijnd en super dynamisch. En onze moderne straaljagers zijn eigenlijk gebaseerd op haaien. Je kent ze wel, de F-16. Hup, strakke vleugels, de staart van achter en supersnel. Dat is bij onze haaien net hetzelfde. Dus die zijn gemaakt om heel weinig weerstand te hebben in het water en supersnel te kunnen manoeuvreren. En het leuke is, ze zijn van kraakbeen. Bijvoorbeeld onze Oceanic Whitetip hier op de foto. Die kan bijna in zijn eigen staart bijten. Dus je denkt van, oh, die haai is voorbij, die kan heel snel terugdraaien. En dat is super handig om prooien te vangen. Want ja, een gezonde vis op een rif, dat zijn eigen niet zo gemakkelijk vangen. Dus die zijn super flexibel, die zijn super lenig. Bijvoorbeeld de pyjama haai, dat is een klein beestje dat leeft in Zuid-Afrika. Als er gevaar dreigt, gaat hij gewoon in zijn eigen staart bijten, maakt hij gewoon een bolletje en gaat hij zijn eigen gewoon verschuilen. Dus zo lenig zijn die beestjes. Waar kan je haaien vinden? Ja. Overal. Ik denk dat de meeste hier van België en Nederland zijn. Ik zeg een paar Engelstaligen. Maar dus zelfs bij ons in België kan je haaien vinden. In Nederland ook, in de Noordzee. En veel mensen weten dat niet, maar een van de grootste haaien ter wereld leeft zelfs in de Noordzee. De reuzenhaai. Die lijkt een beetje op onze walvishaai. Gigantische grote mond. Echt een filterfeeder. Prachtig beestje. Eigenlijk de hoogte van Schotland gaat die veel voorkomen. Zeer zeldzaam komt die ook van onze kust. Dus heel groot beestje, 7, 8 meter. Dat is echt wel een supermooi beest. Maar we hebben onze hondshaai, we hebben de doornhaai, we hebben de gladde haai, we hebben de kathaai. Dus hier leven best een paar, best wel veel soorten. Ze kunnen ook heel diep gaan. Sommige, want er worden heel veel haaien getagd met zendertjes, dat ze kunnen kijken waar ze voorkomen, hoe snel dat ze zwemmen, hoe diep dat ze gaan. Ze hebben zelfs haaien gevonden die bijna 3 kilometer diep gaan. Nu, dat zijn heel speciale haaien. Bijvoorbeeld de goblin shark, daar kom ik zeker straks op terug. Dat is zo'n super rare diepzeehaai. Een prachtig beest, maar heel zeldzaam. Voilà, een van de laatste objectieven. Want we zijn al een uurtje aan het babbelen, dus we gaan, zijn zeker over de helft om jullie gerust te stellen. Mannetjes of vrouwtjes. Dus mannetjes en vrouwtjes kan je heel makkelijk uit elkaar halen. Op de foto zie je het heel simpel. De onderste haai is een vrouwtje. De bovenste is een mannetje. Nu, de mannetjes die hebben twee vinnen die gemodificeerd zijn, prachtig woord, tot claspers. En claspers, dat zijn eigenlijk de penissen van de haaien. En ze hebben dus twee. Helaas voor de mannen. Ik hoor mannen al denken van, dat is een droom van elke man. Twee penissen, oh, geweldig. Je kunt ze niet alle twee tegelijk gebruiken. Dus dat is, sorry heren, helaas, je kunt geen twee claspers tegelijk gebruiken. Haaien kunnen dat niet, wij kunnen dat ook niet. Nu, waarom hebben haaien er twee? Eigenlijk, het verhoogt gewoon de kans. Dus dan haaien paren ruw, zoals ik al zei. Dus ze bijten vast in de kieuwen, ze bijten vast in de vinnen en zo. Als die vrouw ligt tegen te stribbelen, heb je gewoon meer kans van één naar links, één naar rechts. Maar alle twee tegelijk kan je niet gebruiken. Nu over die claspers. Ik had mijn vrouw beloofd van dat verhaal niet te vertellen. Ik ga het toch doen. Sorry, schat. Want ik vind dat persoonlijk een geweldig verhaaltje. En ik laat bewust mijn duim zien.
Ik denk al ondertussen een 10 jaar geleden was er in een aquarium waar ik werkte een klein probleempje. Een van de haaien, zijn klasper, was afgebeten. Dus dat klinkt heel ruw. Dus de dame in C wou niet paren met mannetje. Dus wat deed de dame? Ham, gewoon spellement eraf. Dan laat hij mij gerust, dacht de dame. En dat was ook zo. Dat was ook zo. Die haai was eigenlijk volledig uit zijn lood geslagen. Hoe zou je zelf zijn als een vrouw uw klaspers afbijt? Dus onze dierenarts gebeld. Grote paniek. Haai uit water. Direct naar de operatiezaal. En onze dierenarts die heeft die klasper willen reconstrueren. Maar ja, een klasper is een holle buis, eigenlijk een U-vorm, dus eigenlijk een holle U. Dus die had iets nodig om de klasper terug te kunnen reconstrueren. En helaas was ik toen die dag van dienst en ik hielp onze dierenarts en heeft mijn duim model gestaan voor de klasper. Dus wat is er gebeurd? Ik moest mijn duim, gelukkig niet mijn klasper, dus ik moest mijn duim bij die haai houden. En een dierenarts heeft de klasper van die haai rond mijn duim gereconstrueerd. Dus tot hiertoe zwemt er nog altijd een haai met een klasper rond in de vorm van mijn duim. Ben ik persoonlijk wel heel fier op, mijn vrouw iets minder, maar ik vind dat eigenlijk best wel heel tof om te weten dat dat diertje met een piep in de vorm van mijn duim rondzwemt. Voilà, haaien, ja, blijven geweldige beesten, hè. Ik ga denk ik waarschijnlijk nog één keer zeggen straks dat ze geweldig zijn. En dan ga ik het niet meer zeggen, ik beloof het je. Maar super geweldige beesten. Ja, over het paren hebben we eigenlijk al vrij veel gezegd. Ze paren heel agressief. Er wordt eigenlijk ook een interne bevruchting. Ja, hadden jullie waarschijnlijk ook wel al door van met een klasper links, met rechts en zo. Dus het is een interne bevruchting. En er is één haaisoort die net iets minder tof bevrucht. Want die heeft op de klasper heeft die weerhaken. Dus dat mannetje gaat paren met dat vrouwtje. Op het moment dat hij zijn eigen terugtrekt, wordt heel die cloaca bij dat vrouwtje kapot getrokken. En die haaien doen dat, zodanig dat dat mannetje weet, ik heb gepaard met dat vrouwtje, en geen ander mannetje kan nog paren. Dus dat vrouwtje gaat mijn jong voortbrengen, en geen ander. Dus dat is de natuur dat zegt, van ja, de dominante man dat die paring heeft kunnen doen met dat vrouwtje, die gaat zijn eigen verder zetten. Well, ja, dus to mate a male shark inserts his clasper into the female's cloaca. Dat hadden jullie waarschijnlijk wel allemaal door. Dat is vrij simpel. Nu komen we weer aan een klein stukje theorie. We hebben ovipaar, we hebben ovovivipaar en we hebben vivipaar. Dus dat zijn eigenlijk de drie manieren van voortplanting bij haaien. We gaan beginnen met ovipaar, dus eigenlijk in het Engels oviparity. Dat is eierleggend. Super simpel. Een kip doet juist hetzelfde en dat is het gewoon. Dus de haai legt een eitje. Je hebt de eidooier, die kan je mooi zien op de foto, dat geel bolletje. En daaronder zie je zo'n klein streepje, dat is het embryootje van de haai. Is de dooier volledig geabsorbeerd, dan wordt het jongetje geboren, het jongen geboren. En that's it. Dus eigenlijk heel simpel, niet moeilijk. Dan hebben we een verschrikkelijk lastig woord, ovovivipaar. Dus dat is ei-levendbarend. Nu, er zijn verschillende benamingen voor. Sommige mensen noemen daar bijvoorbeeld ook nog kan even niet op de naam komen, maar er zijn nog heel veel andere benamen voor. Maar eigenlijk is dit gewoon, het lijkt op levendbarend, maar het is net iets anders. Bij levendbarende dieren gaat de embryo verbonden zijn aan de placenta en hier gaat eigenlijk het jong ook zijn eigen eidooier hebben, net zoals bij een ei. Dus het is een combinatie tussen levendbarend en eierleggend. En op het moment dat eigenlijk de dooier volledig is geabsorbeerd door het jong, dan gaat het jong doorschuiven naar het volgende stadium in de moeder. En daar kunnen wel eens accidentjes gebeuren. Weer onze zandtijgerhaai, fascinerend beestje, diezelfde van die boeren en die scheten, die begint met een aantal pups in de baarmoeder en er wordt er maar eentje geboren. Dus als die pups heel de dooier hebben geabsorbeerd, dan komen die allemaal samen en de dominantste, de sterkste, het is gewoon al die andere pups opeten. Daar komt één pup uit. Dat is eigenlijk wel ja, de perfecte jager die geboren wordt. En dan hebben we eigenlijk nog vivipaar. Dus hier heet dat placental viviparity. Dus eigenlijk dat die met een placenta vasthangen. Dat lijkt eigenlijk het dichtste op ons, op levendbarend. Dus er is één pup of een paar pups die vasthangen aan een placenta. Die dan eigenlijk gewoon het bloed, de zuurstof, eigenlijk alle voedingsstoffen van de moeder krijgen. En vanaf dat het jong volgroeid is, gaan die eigenlijk geboren worden. Sommige jongen
kunnen wel heel lang duren. Bijvoorbeeld een witte haai, dat kan zelfs 2 jaar duren tegen dat die geboren worden. Andere kan een paar maanden zijn. Bijvoorbeeld, wij kweken heel veel met bamboehaaien, met epaulethaaien, met kathaaien. En veel van die soorten zijn echt maar een paar maanden. Afhankelijk van de warmte gaat dat zelfs nog iets sneller. Nu, bijvoorbeeld, warmte is heel belangrijk voor heel veel dieren. Bij zeeschildpadden kan je bijvoorbeeld het geslacht beïnvloeden met de temperatuur van de broedkuil. Dat kan je bij haaien niet. Maar je kan wel de snelheid van de ontwikkeling gaan beïnvloeden. Nu, haaien zijn toffe beesten, maar ze hebben geen broedzorg. Dus ze gaan niet voor een jong zorgen. En vrouwen die hebben zelfs een speciaal hormoon dat 24 uur voor de bevalling, eigenlijk is het werpen, maar bevalling praat makkelijker. Dus voor de bevalling gaan ze dat hormoon eigenlijk produceren en dat gaat hun honger stillen. Want anders, een bevalling, heel veel bloed. Lekker visje, wordt geboren, bloederig, lekker. Dus dat zorgt ervoor dat de moeder haar eigen pups niet opeet. Nu, als er een andere haai in de buurt is, dan gaat die waarschijnlijk wel, die pups, zeker als ze levendbarend geboren worden, die pups zijn echt in gevaar. Want die zwemmen helemaal nog niet zoals wij haaien kennen, die zwemmen. Bijvoorbeeld zwartpuntrifhaaien, die geboorte heb ik zelf al mogen zien, was ik kei blij mee. Maar dus dat jong, dat wordt geboren, dat is echt gewoon floep eruit. En dat is super onstabiel. Dat drijft naar de oppervlakte en dat ligt een paar minuten aan de oppervlakte echt te flapperen zoals ja, een hulpeloos wezentje. En op dat moment zijn ze zo vatbaar voor eender welk roofdier. Dat kan van boven een vogel zijn, een Jan van Gent, een aalscholver, noem maar op. Dat kan een tonijn zijn, dat kan een makreel zijn, dat kan een andere haai zijn. Dat kan eender wat zijn dat vis eet. Daar zijn ze dus heel vatbaar voor. Gelukkig eet de moeder ze al niet op, dat is al een begin. Maar haaien hebben het niet gemakkelijk, zeker niet als ze jong zijn. Want die vallen echt wel ten prooi aan van alles en nog wat, en zeker andere grote haaien. Voilà, we zijn er bijna door. Ik had dat er juist ook al beloofd natuurlijk, maar dus nu zijn we er echt bijna door. The six senses of a shark and how they can use them. Dus ze kunnen inderdaad, wij zien hier al gezegd, bloed ruiken. En de witte haai kan 1 druppel bloed ruiken in 4,6 miljoen water. Is geweldig veel. Dat zijn echt grote zwembaden vol. Dus je kunt je voorstellen, van als je een vis aan het fileren bent op een boot, hoeveel invloed dat kan hebben op haaien eigenlijk. Nu, er zijn vrouwen aan het kijken, en ik heb die vraag al heel veel gekregen. Komen haaien op menstruerende vrouwen af? Sommige mannen vragen dat voor de schoonmoeder. Dus die zeggen van, schoonmama, ga je zwemmen? Ik moet zeggen, sorry mannen, kunt u uw eigen vrouw niet dumpen? Je kunt je schoonmoeder niet dumpen. Je kunt je dochter niet dumpen als je ze beu bent. Haaien komen niet op mensenbloed af. Dat wil ik ook even heel duidelijk zeggen. Als jullie vandaag, morgen, eender wanneer tijd hebben, ga naar YouTube, tik het lichaam van Koppenzin, een beetje reclame maken voor een ander programma, het lichaam van Koppenzin haaien. Die hebben een geweldig leuk experiment gedaan met mensenbloed versus vissenbloed. Als je mijn uitleg wilt, moet je naar VTM Go gaan, maar op YouTube staan enkel de beelden van de haaien. Dus, wat hebben ze gedaan? Ze hebben bloed afgetapt bij hunzelf. Natuurlijk heel veel drama en een beetje spectaculaire tv natuurlijk. Dus mensenbloed, en dan hebben ze vissenbloed gebruikt ook. Ze zijn begonnen met mensenbloed. Ze hebben dat gedaan in de Caraïben. Dus best wel met mooie haaien, met de Caraïbische rifhaai, dus echt de typische zwemmende haai. En dan mensenbloed, daar reageerden ze helemaal niet op. En waarom is dat? Wij zijn geen prooi. 1 druppeltje mensenbloed, geen probleem. Liters mensenbloed, geen probleem. 1 druppeltje vissenbloed, die haaien werden gek. Er kwam echt een feeding frenzy. En dat is ook logisch, dat is een natuurlijke prooi, dat ze ruiken, dat ze proeven, dat ze zien zelfs, ze zien dat bloed in dat water. Dus die hebben zoiets van, oh, etenstijd. Dus daar reageren ze wel op. Maar dus mensenbloed, helemaal niets. Dus daarom, dames, je kan gerust gaan zwemmen tijdens de menstruatieperiode. Mannen, jullie kunnen gerust gaan zwemmen als je gaan klussen bent en je hebt weer eens in je vinger gesneden of geboord, in mijn geval. Ja, ik heb al in mijn hand geboord met een boormachine. Ik weet veel van haaien, maar klussen is niet mijn ding. Dus een beetje zo. Dus je kan gerust met bloed in het water bij haaien. Dat is geen enkel probleem. Nu, ze kunnen eigenlijk ook best wel goed horen. Dus ze horen geluid. En ze horen ook heel veel toffe geluiden. Dus daar, bijvoorbeeld een vis in nood, die ligt te sparten, plets, 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 plets. Dat kunnen ze horen. Ze kunnen ook zien. Dus dan, ze zien kleuren, heb ik al gezegd. Ze zien helemaal niet zoals wij. En bepaalde haaien, zeker de roofhaaien, net op het moment dat ze gaan bijten, gaan ze eigenlijk hun ogen bedekken met een soort van vlies. Op dat moment zien ze helemaal niks. Dus dan zijn ze blind.
Dan gaan ze puur op hun zintuigen, dus op de reuk, op de ampullen van Lorenzini, gaan ze af om de prooi te pakken. En ze doen dat omdat de ogen heel kwetsbaar zijn. Want die ogen van een haai zijn super fragiel, zijn ook heel gevoelig. Dus als je die beschermt met een vliesje tijdens zo'n aanval, dat is natuurlijk wel iets verstandiger. Want een zeeleeuw, dat kan enorme schade toebrengen aan een haai. Daarom dat witte haaien ook heel belangrijk, eigenlijk heel belangrijk, langs onder aanvallen bij die zeeleeuwen. Een beetje een steltaanval, een verrassingsaanval. En dan, ja, voilà, het ruiken, daar hadden we het al over gehad. Hè. Dus ze kunnen één druppeltje bloed in 4,6 miljoen water ruiken. En je ziet bij onze verpleegster zo die twee snorraartjes. Hè. Dus dat gebruiken ze eigenlijk ook om geuren te ontdekken te verkennen. Horen, voilà, dat hebben we ook al gehad. De oren van haaien zitten eigenlijk inwendig. Dus niet zo flaporen zoals wij, maar dus zitten eigenlijk inwendig. Maar voor de rest zien ze er best wel hetzelfde uit als onze oren. En de rest hebben we eigenlijk ook allemaal al gezegd. Ik moet u leren van niet zoveel te babbelen bij één slide. Sorry daarvoor. Dus ze kunnen ze eigenlijk ook wel lagere frequenties horen dan wij kunnen horen. Hè. Dus dan de propeller van een boot horen ze wel. In tegenstelling tot bijvoorbeeld zeekoeien of zeeschilpadden, die horen dat niet. Dus als je zo'n zeeschilpad ziet of een zeekoe met van die krassen erop, dat is meestal van een boot, van een schroef van een boot. Helaas, dus die komen lucht hebben, zitten in de propeller van een boot, die worden beschadigd. Dat is het voordeel, haaien die horen dat en die zijn eigenlijk weg van die geluiden. Ze zien ook nog wel, voilà, maar dat gaan we. Ja, de laterale lijn, dus de zijlijn, het zijlijnorgaan. Dus daar hebben we al eens even over gebabbeld. En ja, dat is super nuttig. En je ziet op die tekening heel mooi goed dat loopt. Hè. Dat loopt eigenlijk over heel de lengte van de haai. En er zijn bepaalde vissoorten. Monodactylus, moet je maar eens opzoeken, de zilverbladvis. Daar kan je de zijlijn zelfs zien, eigenlijk op de vis zelf. Dus daar is een zilveren vis. En daar zie je gewoon een zwarte lijn lopen. Dat is het zijlijnorgaan van dat visje. En eigenlijk elke vis heeft dat. Ja, een haai, ja, een walvis niet, want dat is een zoogdier. Dus elke vis heeft dat. Ja, superleuk orgaantje. Dus dan hebben we nog onze sixth sense, dat is eigenlijk onze elektroreceptoren, dus daar hebben we het ook al over gehad. En het proeven. Ja, ik heb gezegd, daar ging ik zeker op terugkomen. Dus onze verkenningsbeheer. Ik kan dat niet genoeg zeggen. Haaien die hebben nooit de bedoeling om van de eerste keer mensen aan te vallen, mensen te tonen, mensen te verwonden. Dus dat is gewoon puur een verkennende beest. En het staat hier in het rood, omdat ik het echt nog wel eens wil benadrukken. Dat is eigenlijk de hoofdoorzaak van de ongevallen met mensen. Omdat die haai niet weet wat je zijt en die wilt kijken wat je zijt. Dus die gaat u heel zacht eventjes vastnemen. En dat is eigenlijk de grootste oorzaak van mensen. Met die prachtige dieren. Voilà, het ecosysteem. Nog een zeer belangrijke. Sommige haaien die zijn echt wel... Ik ga nog eventjes een slokje drinken, sorry. Sommige haaien die zijn heel gespecialiseerd in wat ze eten. Bijvoorbeeld een walvishaai, ja, die gaat geen gigantische grote vis opeten. Die gaat echt op zoek naar kleine prooidiertjes. Ik zag ineens mijn beeld verspringen. Voilà. Dus die gaan ineens op zoek naar kleine prooidiertjes. Dus die zijn echt wel heel belangrijk van in de ecosystemen. Want bijvoorbeeld, ik denk dat dat de volgende slide is. Eens kijken. Even aan het doorstellen. Deze slide. Dus eigenlijk in deze slide kan je heel mooi zien wat het belang is van eigenlijk onze haai. Dus van boven staat onze haai en die gaat die vis daaronder af en toe eens opeten. Dat gebeurt. Haaien eten de zieke, de zwakkere dieren ervan tussen. En dan helemaal onderaan zie je de koraalvlindertjes mooi vrolijk in het koraalrif zwemmen. Neem je de haai weg, dan gaat een tweede predator eigenlijk, dan gaat die floreren. Dan gaan er veel meer van die kleine groepers komen, die gaan dan weer de kleinere vissen opeten. Dan ga je een omgekeerde piramide krijgen. En het beste voorbeeld van zo'n invloed op het ecosysteem vind je in Zuid-Afrika. Op dit moment zijn er heel weinig witte haaien nog in Zuid-Afrika. Dat was vroeger de White Shark Capital of the World. Iedereen ging daar naartoe om witte haaien te zien. Maar de laatste jaren gaat het al heel, heel, heel slecht met die dieren. Ik heb daar een artikel over geschreven van mijn zoektocht naar onze witte haai. En ik heb toch wel 800 kilometer de kust moeten volgen om eindelijk een witte haai te vinden. En er is een hele, hele logische, maar stomme verklaring voor. De abalone, het zeeoog. Dat is eigenlijk een slak en die slak eet kelp. Nu, die slak is super lekker, blijkbaar. En er wordt vooral door bepaalde landen ergens in het oosten heel
Dus die wordt massaal weggevangen, die slak. Die wordt echt gestroopt. Mensen betalen er grof geld voor. Dus wordt en masse gevangen. Wat gebeurt er? Die slak die het kelp eet, die is weg. Dus het kelp is heel hard aan het floreren. Voor de mensen die het niet weten, kelp, dat is een heel groot zeewier. Dat groeit eigenlijk echt centimeters per dag. En de zeeleeuwen schuilen eigenlijk tussen die kelp. Het gekendste plekje in Zuid-Afrika is Dyers Island. Dat is eigenlijk een eiland vol met robben, dus vol met lekker eten van onze witte haai. En daar is een vrij steile drop-off naar beneden. En dat gaat eigenlijk over 20, 30 meter diep. Dat wordt Shark Alley genoemd. In die geul patrouilleren de witte haaien. En vanaf dat er een jong robbeke in het water zit, vliegen die naar boven, dan zwemmen die naar boven, en springen die uit het water. Dus die beelden kennen we allemaal, Discovery Channel, wauw, spectaculair. Dus dat is effectief jachtgedrag. Nu, onze abalone is weg en de kelp is aan het floreren daar. Dus wat gebeurt er? Heel die Shark Alley staat vol met kelp. Dus die haaien kunnen daar niet meer patrouilleren. Die robben die komen wel eigenlijk in het water, maar die zitten tussen die kelp. Dus die haaien kunnen die robben niet meer vangen. En er is een overpopulatie aan robben op het moment in Zuid-Afrika. Zelfs zo erg dat die de kolonie pinguïns beginnen aan te vallen. Ja, er zitten pinguïns in Afrika, maar dat is misschien voor een andere webinar. Dus die robben, die gaan gewoon die pinguïns aanvallen. En heel dat ecosysteem is volledig ontregeld. Gewoon omdat er één kleine slak wegvalt uit dat systeem. Dat is voor mij het beste bewijs dat iedereen belangrijk is in de food chain of life. Dus die tekening zeg je perfect, hè? Haal de haai weg in de piramide. Die wordt gewoon omgedraaid en alles valt in elkaar. Gaan we een paar slides terug. Sorry voor de chaos in de presentatie. Voilà, we zaten hier. Dus, er zijn verschillende soorten tanden. Daar hadden we het al eventjes over gehad. Maar welke soorten zijn er nu allemaal? Bijvoorbeeld de witte haai. Die heeft tanden in de vorm van een driehoek. En die zijn het beste vergelijkbaar met biefstukmessen. Zoals die steekmessen. Die zijn gemaakt om te snijden, om te scheuren. Dan heb je de zaagtanden. Dus onze tijgerhaai, de blikopener, zoals ik er juist zei. En dan onze verpleegsterhaai. Die heeft best wel een heel rare manier van voelen. Die gaat zijn prooi naar binnen zuigen en verpletteren. Dus die heeft maal platen, maal tanden eigenlijk. Als die een kreeft, of eigenlijk in zijn geval een langoest, wil eten in de Caraïben, die langoest die zit tussen de stenen, wat gaat die doen? Die gaat eigenlijk met heel veel kracht gaat die blazen tussen de stenen dat die langoest daarvan tussen vliegt. En dan zuigt hij in één keer die langoest op en verplettert die gewoon en eet die met schaal en al op. En dan hebben we onze filterende haaien, zoals de walvishaai en onze roze haai natuurlijk. Dus bijten, zuigen, rammen, dat had ik nog niet gehad. Rammen, bijvoorbeeld een makko. Dus die gaat eigenlijk gewoon op volle snelheid. Makkohaaien zijn ook de snelste zwemmende haaien. Die gaat op volle snelheid gewoon op zijn prooi. Die ramt die. Die zijn niet zo slim. Dus dat is gewoon volle snelheid. Oh, en dan eten we de prooi wel. Dus dat is eigenlijk de makkohaai. Wel, best wel een mooi beest. En veel mensen verwarren die ook met een witte haai. Dus die lijken er ook wel op. Bijvoorbeeld, je ziet een makko. Best wel een mooi beer. Grote donkere ogen. Maar ja, gewoon uw prooi rammen. Dat is voor mij niet het meest efficiënte. Maar het werkt wel, want ze zijn hier al een paar miljoen jaar. Dan zijn er bijvoorbeeld ja, onze witte haai, die wacht in de diepte om te springen. We zijn erop. En dan hebben we onze voshaai. Nu, voshaaien zijn heel mooie dieren. Dat zijn de meest elegante haaien die er zijn. Dat is het lijf van een gewone haai. En dan nog een staart van 2 meter. Echt zoals een slinger erachteraan zwemt. Nu, de beste kans om die te zien is eigenlijk in de Filipijnen, Malapascua. Dan ga je naar een klein eilandje. Dan ga je op een plek zitten, 30, 40 meter diep. Iedereen zit daar op een rijtje. Dat is een hele mooie vorm van ecotourisme. Jaren geleden, ik weet niet exact hoeveel jaar, jaren geleden werden die voshaaien gevangen voor van alles en nog wat. Die werden opgegeten, de dynamietvisserij. Totdat ja, een slimmerik dacht van, oh, tjie, voshaai, duiker. Kassa, kassa. Dus die is het ecotourisme beginnen uit te bouwen. En Malapascua, eigenlijk waar die voshaaien zitten, is beschermd. En die dieren zijn beginnen terugkomen. Er zijn meer en meer voshaaien beginnen teruggekomen. Er zijn ook meer duikers beginnen terug te, eigenlijk duikers te komen om met die voshaaien te duiken. En dus, die zitten allemaal op een rijtje. Er is geen voedsel. Je moet 's morgens super vroeg gaan, want die rots waar ze zitten, is een poetsstation voor die voshaaien. Dus je zit daar op 40 meter te wachten. Plots uit het niets, want dit is eigenlijk, de zon is nog maar net aan het opkomen, dus het is redelijk donker. Uit het niets duikt daar zo'n haai op van 3, 4 meter met zo'n prachtige staart. Die
die staart komt heel rustig voorbij. Een van de mooiste dingen van haaien die ik ooit heb gezien. Maar, je kan het al lezen, die staart is niet alleen mooi. Wat doen die? Die gaan rond een school, meestal sardinekes of kleine blinkende visjes, die gaan met die staart de gigantisch krachtige slag. Die kunnen zelfs zo hard slagen dat die een soort van vacuüm creëren, dat dat eigenlijk echt een mini-explosie is. En die verdoven gewoon die vissen in die school. En dan hebben ze een free dinner. Dus eigenlijk gewoon ieder visje dat er zo half verdoofd ligt. Oeh, lekker, jam. Oeh, lekker, jam. Dus ze zijn heel mooi. Ze zijn echt wel gevaarlijk voor andere vissen, voor ons. Dat is eigenlijk wel het nam. En dan onze blik over natuurlijk, hè, van onze tijgerhaai. Het ecosysteem, daar hadden we het net over gehad. En dan nog een paar haaien, even gewoon een paar leuke visjedatjes, zoals ik ze graag noem. En daarna beginnen we aan. Mijn 90 minuten, dus ik hoop dat het niet te saai was voor jullie. De Blacktip Reef Shark, een van de meest gekende haaien. Iedereen die in Egypte is geweest, heeft die ooit wel eens gezien. Of in Bali, of noem maar op. Eigenlijk een heel wijdverspreid beestje. Die komt zelfs voor, met een beetje geluk, in de Middellandse Zee. Want global warming is effectief wel waar. Wat Trump ook zei, global warming is waar. En dat zie je aan de Middellandse Zee. Er komen zelfs koraalduivels van een Indo-Pacifiek komen voor, eigenlijk ook al in de Middellandse Zee. Dus ook onze Blacktip Reef Shark. En een belangrijk puntje, helemaal onderaan, conservation status near threatened. Dus eigenlijk haaien zijn bedreigd, maar zijn bijna niet beschermd. Er is een heel groot verschil tussen een beschermde diersoort en een bedreigde diersoort. Er zijn 3 haaiensoorten beschermd, maar ze zijn bijna wel allemaal bedreigd. Dus de witte haai is beschermd, de walvishaai is beschermd en de reuzenhaai is beschermd. Een paar jaar geleden wilden ze een aantal soorten beschermen. Wilden ze bijvoorbeeld ook de haringhaai beschermen. Maar op de CITES-commissie is daar in het begin een goedkeuring rondgegeven en een aantal dagen nadien hebben ze dat terug ingetrokken. Wat er is gebeurd, ik weet het niet, maar er gebeuren wel nog wel loesje dingen met bescherming van de haai. Helaas. Maar de meeste zijn dus wel bedreigd. Dan hebben we onze grijze rifhaai. Dat is eigenlijk iets de grotere versie van de zwartpunt rifhaai. Die heeft ook geen zwart puntje aan de rugvin. Dat is eigenlijk heel typisch. Die kan bijna 2 meter worden. En onder water is 2 meter best wel groot. Zoals de meeste mensen weten, onder water vergroot altijd alles een beetje. Dus als er een rifhaai van 2 meter voorbij komt, die zijn ook redelijk dik. Die zijn iets struiser als de zwartpunten. Is dat toch wel al een indrukwekkend beestje. Dat is eigenlijk best wel mooi om te zien. Zeker als ze zo rustig in scholen, want die komen in school voor. Sommige plekken heb je tot honderden rifhaaien. Die hangen allemaal samen. Dat is een muur van haaien. Ja, voor mij is dat persoonlijk zeer rustgevend. Andere mensen vinden dat misschien net iets stresserend. Maar hey, dat is super mooi om te zien dat die allemaal samen in de stroming rustig hangen te cruisen. Ook weer eigenlijk bijna bedreigd door overbevissing. En overbevissing, dat is niet één hengeltje dat zo de haaien bovenhalen. Het gaat eigenlijk vooral over de longline visserij. De longline visserij, dat wordt eigenlijk de gordijnenbes doodschuwd. Een beetje negatief te klinken. Dat is een vislijn, die is kilometers lang. Er hangen duizenden haken aan. Die haken hebben allemaal aas, dus zijn allemaal de aashaken. En alles wat er passeert, gaat erin bijten. Kilometers lang, dat wil zeggen, dolfijnen, zeeschildpadden, haaien, merlijnen, tonijnen, alle grote roofdieren, bijten in die haken. Die blijven daarin hangen. Dolfijnen sterven. Zeeschildpadden sterven. Elk dier dat moet gaan ademen aan de oppervlakte sterft aan die longlines. Dus dat is een ramp. Dat zijn echt gordijnen des doods. En daar is dat voor haaien ook levensgevaarlijk. Want die haaien, meestal worden die longlines voor tonijn gebruikt. Of voor zwaardvis. Dus als er een haai aanhangt, meestal wordt dat dier gewoon afgemaakt. Dat wordt niet teruggezet, wordt gewoon afgemaakt en gewoon overboord gegooid. Want als je in Europa, er zijn een paar uitzonderingen, maar als je in Europa een haaienvin aan boord wilt hebben, moet ook het lichaam van een haai aan boord zijn, want vinning is illegaal in Europa. En een haai brengt veel minder op dan een tonijn en een zwaardvis. Dus dat dier wordt gewoon afgemaakt aan de lijn en teruggedumpt. Helaas. Dus de visserij doet nog steeds heel veel kwaad voor onze haaien, eigenlijk voor al ons zeeleven.
beetje positiever terug. De witpunt refi, want ik mag hier niet te veel preken, vind ik persoonlijk. Het moet een beetje leuk blijven. Dus onze wittip refahai. Ook weer een zeer gekend diertje. De meeste mensen in Egypte of Indonesië hebben die wel al eens gezien. Overdag liggen die in een kleine grot, liggen die zo'n beetje allemaal rustig te liggen, te chillen. Maar s'nachts zijn dat de monsters van het rif, noem ik die. Die komen met 20, 30 tegelijk en die jagen voornamelijk heel graag op papegaaivissen. Nu, papegaaivissen, die hebben dan ook nog eens een leuk camouflagetechniekje. Die gaan eigenlijk een grote bal braaksel opraken. Die kruipen daarin om eigenlijk een lichaamsgeur te verbergen voor die haaien. Dus die rifhaaien, die witpuntrifhaaien, die zijn heel dat rif aan het afzoeken in de hoop van een papegaaivis te vinden. Die vinden die niet, want die kunnen die niet ruiken. Dus dat is eigenlijk een heel leuk kat-en-muisspelletje tussen die twee. Want die zijn super flexibel, die kruipen in de kleinste gaatjes en holtekes, die draaien stenen om in de hoop van toch maar een kooi te vinden. De Caribische rifhaai, ja, ook weer het gekende grotere broertje nog van de grijze rifhaai en de zwartpuntrifhaai. Deze gaat al naar 2,5 meter. Eigenlijk iets groter nog, dat is echt wel al imposant. Die zijn nog dikker, die gaan zelfs naar de 100 kilo. Dus eigenlijk best wel al een zware haai. Helaas ook weer bedreigd. En onze verpleegsterhaai. Nu, onze verpleegsterhaai, gemiddeld lengte 1,5 meter, dat hangt een beetje van de soort af. Want je hebt eigenlijk verschillende soorten verpleegsterhaaien. Je hebt de dwergverpleegsterhaai. Dat beestje is zo klein. Dat is een klein, mini-schappig pitbullige. Dus dat is eigenlijk een volwassen verpleegsterhaai. Maar volledig samengeduwd, dat je een mini-verpleegsterhaaitje krijgt. Eigenlijk super schattig. En dan heb je eigenlijk nog de tawny nurse shark en de gewone nurse shark. Dus eigenlijk de geelbruine verpleegsterhaai en de gewone verpleegsterhaai. En soms gaan die zelfs naar 3 meter groot. Dat zijn eigenlijk hele imposante dieren, die volwassen verpleegsterhaaien. En dus dat zijn die mannen die een prooi naar binnen zuigen. En die kunnen ze ook blazen. En eigenlijk zijn dat heel leuke speelvogels. Want de verpleegsterhaai die kan ook met zijn hoofd boven water. En als die bijvoorbeeld mensen willen pesten, gewoon op een pier, op een boot, eender wat, die zwemmen. Die durven gewoon zelfs gewoon een straal water te blazen naar mensen. Dus als je ineens aan het wandelen bent in de Caraïben, langs een pier, cocktailtje in je hand, Caraïbisch muziekje, je voelt ineens de plets water en je ziet niet wat het is. Het zou zomaar eens een verpleegsterhaai kunnen zijn. Dus dat zijn eigenlijk wel leuke speelse beestjes. Maar dat is vooral een techniek om prooien van tussen de rotsen te blazen. Of gewoon, ja, amusement. En dan onze bizarre, de awesome and the beautiful. Die had ik er juist al beloofd, hè? Onze goblin haai. Dat is eigenlijk een van de diepzeehaaien. En dat ziet er gewoon, ja, super raar uit. Dat heeft zo'n gigantische horen van voor. Dat heeft tanden die uitsteken naar alle kanten. Nu, die tanden, die hebben een heel belangrijk nut. Want die diepzeehaaien, die lusten heel graag octopussen en inktvissen. Maar ja, dat is heel slijmerig, dat kan overal tussen en door kruipen. Dus die tanden gaan ze eigenlijk gebruiken om die octopus te perforeren, zodat die niet weg kan, dat die goed vast zit, en kan die zo stelselmatig die octopus naar binnen spelen. Je ziet ook dat die hele grote ogen hebben. Dus die grote ogen zijn eigenlijk heel belangrijk om in heel donker diep water toch iets te kunnen waarnemen. En ook die lange neus, die zit vol eigenlijk met de ampulle van wat we gezien hebben, met de elektroreceptoren, omdat het moeilijk wordt. Dus om toch de prooi te kunnen vinden, want in het pik donker kan dat dier dus echt nog overleven. En mijn persoonlijke favoriet, onze epaulette haai. Dat is een fotootje ook van mij, al de rest van de foto's waren van Tom van SSI en zo. Maar dus deze fotootje van mij, superleuk, want ik vind dat een schattig beestje. Wat is daar leuk aan? Die kunnen op land. Dat is eigenlijk een deel van de evolutie die zegt van, ik ga gewoon even op land. Nu, waarom is dat? Dat zijn dieren die leven in kleine kustpoeltjes. En als laag water is en dat poeltje wordt veel te warm, dan zegt hij zoiets van, hela, niet met mij. Dus die gaat op zijn vinnetjes wandelen naar een ander, dieper poeltje waar net iets koeler water is. Nu, die kan dan ook onder water. Dus als die zegt, ik heb geen zin om te zwemmen, dan gaat hij gewoon een beetje wandelen. Ze kunnen zwemmen en ze kunnen wandelen. Maar omdat ze in van die poeletjes leven, kunnen die ook met heel weinig zuurstof overleven. Want stel, dat poeletje is heel steil, die kan er niet uit, zuurstof is er allemaal uit, dan kan die meer dan een uur eigenlijk gewoon zonder zuurstof. Die kan verschillende onderdelen in zijn lichaam, zelfs delen van het hersenen, kan die uitschakelen om zijn eigen te beschermen tegen zuurstoftekort. Dus dat is toch wel gigantisch geweldig, dat zo'n klein haaitje. Want dat is een haaitje van, ja, ik ben een volwassen epaulet, past niet op mijn scherm,
Dat zal ongeveer 60 centimeter zijn. Dat zo'n klein haaitje zo geëvolueerd is dat hij op land kan wandelen. Dat hij zijn borstvinnen kan gebruiken om te wandelen door het rif. Dat hij zonder zuurstof kan overleven. Dat is toch geweldig. Als je dan als mens denkt, wat kunnen wij tegenover zo'n epaulethaai? Dan kunnen wij toch heel weinig. Dus haaien, ik ga het laatste keer zeggen en dan is het gedaan. Geweldige dieren, super fascinerende dieren. Zeker onze mini-epaulethaai. Voilà, zijn er nog vragen? Want anders gaan we over naar de quiz en gaan we gratis dingetjes weggeven aan jullie geduldige luisteraars of kijkers. Dus als er vragen zijn, het is nu de moment. Dat is helemaal geweldig. Dan was blijkbaar alles superduidelijk. Oh, wacht, ik zie nieuwe berichten blijkbaar. Oh, sorry. Ik zie nieuwe berichten. Dus even in aan het kijken. Was superduidelijk. Sorry dat ik even vragen heb genegeerd, maar mijn chat stond blijkbaar superduidelijk, superduidelijk. Weg van Axelot. Geen vragen. Dat is helemaal geweldig. Voilà, super. Dan gaan we over naar onze... Waar leeft de epauletter? Aha, voilà. De epauletter is vooral iets Australisch. Dus dat leeft vooral onze Indo-Pacifiek, heel algemeen. Maar in Australië kan ze heel veel vinden. Kan een haai je beter of minder goed zien als je eronder of erboven zwemt? Dat is eigenlijk een heel goede vraag. De haai kijkt zo. Dus als je er helemaal onderaan achteraan zwemt, of boven, dan zien ze niet. Tenzij dat die haai eigenlijk een beetje gaat draaien. Dus als je haaien observeert die aan het zwemmen zijn, dan ga je eigenlijk zien dat die haai af en toe ook wel eens zijn lichaam draait. Want wij hebben eigenlijk een heel breed zicht van boven naar onder. Breedte. En haaien zijn veel beperkter. Dus die moeten bij hun hoofd draaien. Maar die gaan heel veel, en dat heb ik al veel gezegd, maar die gaan heel veel dus een ampulle van Lorenzini gebruiken. Dus ook al zwem je erboven, ook al zwem je eronder, links, rechts, de zijlijnen en de ampulle, die zorgen ervoor dat die haai eigenlijk perfect weet waar dat jij bent. Dus ja, sorry. Maar die weet eigenlijk heel goed waar jij bent. Zijn er nog vragen? Allemaal heel erg duidelijk, super top. Dank je allemaal heel graag gedaan. Ik zie nog één vraag, Thomas. Ja? En die komt van Jeroen Tolen. Ja, ik zag ze ook net passeren. De verpleegster haai waarschijnlijk. Ja. Ja, eigenlijk is dat een foute vertaling. Dus dan, in het Engels is het nurse shark. En dat komt eigenlijk van to nurse. Dus eigenlijk zuigen, zogen. Wij, Nederlandstaligen, willen allemaal altijd een Nederlandstalige naam aan onze dieren geven. Dus het is niet verpleegster haai omdat hij zo lief en schattig doktertje gaat spelen met andere dieren. Of dat hij andere vissen gaat verzorgen. Nee, dus eigenlijk van het nurse shark zuigen, een prooi naar binnen zuigen. Ik zie nog een vraag staan van wat is of zijn de beste plekken om te duiken met haaien? Oh, dat is super afhankelijk van welke soort dat je wilt zien. Een van de hotspots op de wereld is eigenlijk de Bahama's. Voor de grotere haaien, dan spreek ik over tijgerhaai, de grote hamerhaai. Want iedereen denkt, er is maar één hamerhaai. Nee, er zijn echt verschillende soorten hamerhaai. En in de Bahama's zie je dus de reuzenhamerhaai, prachtig beestje. Je hebt er de Caribische rifhaai, je hebt de verschillende verpleegsterhaaisoorten. Dus de Bahama's is een hotspot. Wil je voor bijvoorbeeld de reuzenhaai, ja, Schotland, is er ver van huis. Dan de kleinere soortjes kan je zelfs in de Oosterschelde zien. Hondsaaitjes, kataaitjes. Ja, eigenlijk, heel de wereld heeft haaien. Dus dat is een hele brede vraag. Dus als je zegt, van ik wil die haai zien, dan kan ik je iets beter helpen. Maar om te zeggen van de beste plekken, ja, dus elke plek heeft zijn eigen haaiensoorten. Ik zag ergens nog een vraag, blijkbaar. Ik zie er hier nog eentje staan. Wat dan het uitvoeren van een safety stop bij een nerveuze haai? Aha, oké. Ik denk dat die vraag vooral van Elphinstone komt in Egypte, want daar zijn de afgelopen jaren een paar incidenten geweest. Het belangrijkste is verticaal hangen. Dus dan ga je die haai eigenlijk al veel minder triggeren. En wat ook belangrijk is, de meeste safety stops gebeuren met een decoboei. Decoboei, mooi kleurtje. Touwtje is meestal ook nog eens, mooi kleurtje. Reel. Mooi kleurtje. Dus als je een hele nerveuze haai hebt en je wilt echt een beetje afstand nemen van die haai, laat je decoboei los. Die blijft van boven, dus je zodiac weet
eigenlijk waar dat de decoboei is. En neem een klein beetje afstand van de rail van uw decoboei. Je gaat zien dat die haai eigenlijk vooral getriggerd wordt door die boei en door die rail. En die gaat daar eigenlijk meer interesse vertonen. Heel belangrijk wel, stop met flitsen met uw camera. Want de fotografen willen altijd een haai zo dicht mogelijk bij hen voor de perfecte foto. En ja, ik pleit ook schuldig daaraan. Maar een haai reageert niet op het flitslicht, maar eigenlijk op het opladen van de flits. Dus in een flits zit eigenlijk een condensator. En dat gaat heel snel heel veel elektrische spanning. Ik denk dat spanning is, ik begin wel een tikker. Maar dus gaat heel veel spanning eigenlijk in die condensator opladen. En dat voelt die een haai met zijn ampullen. Dus die wordt eigenlijk getriggerd door het opladen van die flits. Dus als je stopt met flitsen, gaat die flits ook niet meer opladen, dan ga je ook weer minder nerveuze of nieuwsgierige haaien krijgen. Dus dat helpt er ook. En dicht bij elkaar. Zeker als je met een paar mensen bent en een haai blijft toch nerveus, ga rug aan rug met je buddy, dat jij de haai kan zien en als de haai cirkelt, dat je buddy de haai kan zien. Dat je eigenlijk één groot geheel vormt. En dan heel rustig naar boven, maar doe wel je safety stop, want dat is en blijft belangrijk. Waren er nog vragen? Glenn, kun je dat jij nog een gezicht had? Ja, er zijn nog wel wat bijgekomen. Trouwens, de stem die jullie horen, dat is Glenn van de Polygon. Goedenavond allemaal. Even kijken, ik heb er hier nog eentje. Waarom is meestal de bovenkant van een haai zwart en de onderkant wit? Ah, geweldig. Camouflage, en ik zie dat Steffi inderdaad daar al op antwoordt. De bovenkant van de haai, als wij naar beneden kijken, als die donker is, dan valt die helemaal niet op tegen de bodem van de zee. En eigenlijk omgekeerd ook een witte buik. Als we naar boven kijken, meestal, in het beste geval, zien wij zonlicht. En dat is eigenlijk een lichtoppervlakte. En dat geldt hetzelfde ook voor de prooidieren van die haai. Dus dat is puur camouflage van het dier. Mm-hmm. En dat is nog wel een interessante hier. Kan je ergens als duiker of vrijwilliger deelnemen aan een conservatieprogramma voor haaien? En vast. Je hebt Shark Lab in de Bahamas van professor Kruber. Die nemen regelmatig vrijwilligers, stagiairs aan. Dus gewoon even internship Shark Bahamas googelen. En dan kom je er direct op. Dat is echt een aanrader. Dat zijn supergoeie mensen. Die doen heel veel voor conservatie van die dieren. Als ik me niet vergis, is er in Australië een heel groot witte haaienproject. En dat gaat puur over... dat is eigenlijk heel saai. Maar dat is puur dataverwerking. Maar daar help je de haaien wel mee. Dus die haaien hebben, heel veel hebben er een zender. En die worden gevolgd. En dan gaan ze eigenlijk kijken of de alternatieve, nu ga ik vieze woorden gebruiken, shark repelling middelen werken. En wat wil ik daarmee zeggen? Vroeger werden er gigantische netten rond de stranden in Australië gespannen. En die haaien zwommen zich erin vast en die gingen dood. Tof. Nu zijn ze heel veel verschillende manieren aan het testen om te kijken of er diervriendelijke manieren zijn om haaien van de stranden weg te houden. Dat kan met elektriciteit zijn, een heel laag voltage. Dat kan zijn met bewegende objecten. Daar zijn heel veel studies met vrijwilligers rond die eigenlijk de zenders van die haaien gaan volgen en kijken of dat die überhaupt ooit in die stranden komen. Dat zijn zelfs, ik ben niet zeker, dus ik ben er niet op vast, maar dat zijn zelfs projecten die je van thuis uit kan meevolgen. Want die zenders kan je gewoon online zien. Dus, maar ik zei, ik ben er niet op vast, misschien is het niet meer van toepassing nu, maar dat was zeker een project dat eigenlijk best wel interessant was. Voilà, waren er nog vragen? Ik denk dat ik al eens een slapende haai gezien heb. Hij lag stil op de bodem van de haai. Dat kan, maar meestal is dat gewoon een van die bodemhaaien, om zo te zeggen. En die kunnen altijd stil liggen. Dus die ademen wel, maar die liggen een beetje te chillen. Want veel haaien zijn nachtactief. Dus overdag, wanneer dat wij duiken, zijn die aan het rusten. En het interessantste om haaien te zien, is eigenlijk op de wissel van de wacht. Dus de schemering van nacht en dag en dag en nacht omgekeerd. Dus want dan komen de dieren die 's nachts leven, die worden wakker. En de dieren die overdag leven, gaan slapen. Dus dan heb je eigenlijk dubbel zoveel prooi aanwezig om te jagen. En dat is eigenlijk de periode dat haaien het meeste jagen. Dus de schemerperiode.
En haaien slapen, maar die slapen zoals dolfijnen. Dus die kunnen eigenlijk hun hersenen in twee delen, zeker de zwemmende haaien. Dus die hebben twee hersenhelften en die laten één van de twee hersenhelften rusten. Dus die gaan niet slapen zoals wij, oogjes toe en er is een rustig op een bedje gaan liggen. Nee, die blijven zwemmen om het te kunnen ademen, maar die gaan dus één van de hersenhelften uitschakelen om rustig te kunnen rusten en toch een beetje alert te blijven voor roofdieren of eventueel ja, te blijven ademen en niet te verdrinken. Voilà, slapend zwemmen. Dankjewel, Rebecca. Hier, Rebecca, trouwens. Zijn er nog vragen? Hoe snel kunnen ze zwemmen? Hoe snel kunnen... Ah, voilà, ik zie ook al een antwoord. 70 per uur. Voilà, onze makkelijk. Er zijn ook super trage, zoals de Groenlandse haai bijvoorbeeld, die zwemt heel traag. Dat is echt zo. ik blijf het een geweldig beest vinden. Hoor. Je bent al 500 jaar oud en toch blijf je alles op je gemakje doen, niet forceren. Dat is eigenlijk voor mij wel een interessante levensles. Les, geen stress, doe alles op je gemakje en je wordt 500 jaar oud. Hiërarchie zeker en vast. Je hebt alfamannetjes, alfavrouwtjes eigenlijk vooral. Want bij haaien zijn er zijn eigenlijk de vrouwen groter en dikker dan de mannen. Dat is bij de mensen niet zo. Ik maak meestal dat mopje, maar nee, de vrouwen zijn niet dikker bij de mensen. Wow, misschien toch wel. Maar dus de grote dominante vrouwen, die gaan eerst eten. Zeker in een feeding frenzy. Een feeding frenzy is wanneer dat er een hele grote prooi is, bijvoorbeeld een dode walvis, ga je heel veel haaien daarop zien afkomen. En dan gaan de dominante dames, de grote alpha vrouwtjes, die meestal ook drachtig zijn, die gaan heel veel eerst eten. En de jonge mannetjes, die gaan daar rondcirkelen, maar die gaan niet aan eten komen. Die mogen pas eten als de dominante dames voldaan zijn. Maar dus ook in de groep hamerhaaien. Dus in de groep hamerhaaien is hetzelfde. De dominante dieren gaan eigenlijk eerst eten. Maar de hamerhaaien die jagen meestal niet in groep. Dus die komen oftewel in groep samen om te rusten, of die komen in groep samen om ja, te paren. Dus niet allemaal met elkaar, maar dus die verzamelen om dan eigenlijk ja, in een langere periode wel te paren. Maar dus die jagen niet aan groep, zoals bijvoorbeeld als je een walvis dood zou hebben in het water. Dat zijn dan vooral de witte haaien, de makko's, de blauwe haaien. Dat zijn eigenlijk die echt wel een hele duidelijke dominantie hebben. Of de drifthaantjes. Wat gebeurt er als je een haai uit zijn biotoop haalt? Wat bedoel je? Daar ben ik niet 100% uit met die vraag. Als je die bijvoorbeeld van Australië naar de Bahama's zou plaatsen, of... Even wachten op het antwoord. Ondertussen ga ik antwoorden op mijn volgende vraag. Leven ze solitair of liever in groepen? Meestal solitair. Dus overdag durven ze wel in groep te verzamelen om te rusten, maar meestal dus eigenlijk zijn het solitaire dieren. En heel af en toe komen ze in duo voor, dat kunnen twee jonge mannetjes zijn, maar dus echt koppelsgewijs, romantisch, heel het leven samen blijven. Nee, helaas niet. Ah, dat bedoelde. Haaien zouden kunnen overleven, bijvoorbeeld een van Australië naar Florida zouden kunnen overleven als de waterkwaliteit vergelijkbaar is, dus als dat niet te warm is, niet te koud, als dat toepasselijk is, en als die aangepast voedsel vindt. Sommige haaien zijn echt wel voedselspecifiek, dus sommige haaien eten enkel alleen maar diervis, of dat is een genre van vissen. Maar als die factoren goed zijn, ja. Want bijvoorbeeld de hondshaai dat wij tegenkomen in onze Oosterschelde, die komt ook voor in de Middellandse Zee. En dat zijn twee totaal verschillende gebieden, maar die kunnen daar dus wel gedijen. Dus een beetje, eigenlijk kunnen ze wel gedijen, maar dus op bepaalde voorwaarden. Is het een kwestie van tijd tot de grotere haaiensoorten uitgestorven zijn op korte termijn? Of is er nog hoop? Er is nog hoop, zolang wij daarover blijven praten. Vind ik persoonlijk. Het is mijn job, het is mijn passie, het is mijn doel om haaien niet uitgestorven te zien. Ja, ze kunnen uitsterven, maar wij kunnen dat voorkomen. En zolang wij daarover praten, zolang dat wij mensen bewust maken, en ik zeg nogmaals, dankjewel SSI, dankjewel Maris, dankjewel Polygon Seahorse, dat ik dit platform mag gebruiken om jullie bewust te maken van de problemen met die haaien, kunnen wij dat allemaal samen voorkomen. Denk niet van, ik kan persoonlijk niks doen. Wij kunnen allemaal samen iets doen. Als iedereen ene keer in de week minder tonijn zou eten, zou een wereld van verschil maken voor onze haaien. Waarom?
minder tonijn eten is goed voor de tonijn, want blauwvintonijn is bijna uitgestorven. Maar als wij allemaal minder tonijn eten, gaan er veel minder longlines in de zee hangen, gaan er veel minder haaien sneuvelen door de longlines. Dat is al een wereld van verschil. Hetzelfde met die squaline, met dat product dat uit de lever komt. Als wij een beetje bewuster omgaan met producten waar haai in zit, mensen gaan nooit zeggen, er zit haai in, maar dat gaat altijd een verborgen naam hebben. Als wij daar een beetje bewuster mee omgaan, gaan er dus ook minder haaien hopelijk gevangen worden. Dus alles begint bij jezelf. Dus ja, wij kunnen iets doen. Ik hoop dat er hoop is voor grote haaiensoorten. Ik denk het eigenlijk wel. Want er is al maar een sterker signaal van heel de gemeenschap wereldwijd dat finning niet oké is. Dus mensen beginnen te beseffen, het is niet oké. Er zijn zelfs Aziatische mensen die zich echt inzetten tegen het finning. Dus die omkeer is er en die is nog niet te laat. We mogen niet te lang nog wachten. Dus we moeten nu verandering doen. We moeten nu allemaal onze levensstijl een klein beetje aanpassen. Dan kunnen we die echt wel helpen. Quiztijd. Iemand wil gratis dingetjes. Nog een paar vragen en dan gaan we inderdaad afronden, want we zijn al bijna 2 uur bezig. De laatste vragen zijn nu gesteld. Een paar jaar terug was er nieuws over de megalodon, dat er aanvallen geweest zijn. Geloof ik daarin? Nee. Wil ik daarin geloven? Ja. Ik zou het persoonlijk super tof vinden van een megalodon te zien, want ik hou van haaien. De megalodon nog nooit gezien, staat op het lijstje. Maar geloof ik erin? Helaas, nee. We weten meer over de maan dan dat er in onze zee zich afspeelt. Maar de megalodon, dat is een dier van 20 meter. Er worden enkel nog fossiele tanden gevonden. Mochten die dieren leven, dan zouden wij recente tanden vinden. Want als wij allemaal al eens aan het strand van Katzandbad zijn geweest, of aan de kust eender waar, wij vinden fossiele tanden. Dat zijn van haaien die heel oud zijn. Maar ga je op duikplaatsen duiken, vind je recente tanden. Want haaien die wisselen constant van tanden. Dus die megalodon zou dat ook moeten doen. Als wij een recente tand van een megalodon vinden, zou ik super enthousiast zijn. Dan zou ik zeggen van, jee, top, ik geloof erin. Maar helaas, ik moet zeggen, ik geloof, ja, mijn gezond verstand zegt nee. Oké, de laatste vraag. Wat zou er nodig zijn om haaien terug te zien keren naar bepaalde locaties? Enkel een gezond koraal of ecosysteem, of is er meer nodig? Nee, eigenlijk is het dat. Als je begint bij de basis, je gaat de basis beschermen. En daar is een supermooi voorbeeld van, en daar rolde ik af. De Medes-eilanden in Estartit. Estartit, in Spanje. Dat is eigenlijk een natuurreservaat. En dat is al heel wat jaren beschermd. Maar daarvoor was dat super populair bij vissers. Dus dat volledig leeggevangen. Dus er was bijna niks meer van grote groepen, helemaal niks meer. Dus dat zijn ze gaan beschermen. Heel die eilandengroep is beschermd. De kleine vis is teruggekeerd. Die kleine vis heeft op zijn beurt weer grotere vis beginnen aantrekken. Die grote vis groter. En nu zijn er ook zelfs haaien te zien daar. Nu, dat zijn geen walvishaaien of zo, geen spectaculaire haaien. Nee, ik spreek dan over kleine kathaaitjes en zo, en hondshaaitjes. Heel af en toe wordt er een blauwe haai gezien, maar dat is super zeldzaam. Maar dus ja, begin met je ecosysteem te beschermen. Begin met het koraalrif te beschermen. Wij in Zeeland hebben ook een koraalrif. We hebben een rif, mogen we het noemen. Dus begin met de rif te beschermen. Dan ga je zien dat alles zich terug stabiliseert. Maar het heeft tijd nodig. De natuur heeft tijd nodig, maar die kan zich wel herstellen. Zolang dat wij ons niet te veel moeien. Voilà, dan zou ik zeggen, van we gaan naar de quiz. Ik denk als ik op de volgende slide duw, dat die vanzelf moet verschijnen. Oei, nee, Glenn, ik heb hulp nodig. Krijg de quiz. Ah, van lasse. Yes, we zijn er. Doe mee met de quiz. Voilà. De eerste vraag. Hoe heet de grootste nog levende haai ter wereld? We hebben de walvishaai, we hebben de reuzenhaai, de witte haai, de tijgerhaai of de megalodon. Ik zie de antwoorden vlotjes binnenkomen. Ik ga nog eens zeggen, het is de grootste nog levende haai. Nog 10 seconden, nee, 5 seconden ondertussen. Je hebt 30 seconden in totaal voor elke vraag. 73% heeft al juist. Het was natuurlijk de walvishaai. Ik denk dat we naar de volgende vraag kunnen. Hoeveel claspers penissen heeft een haai? Zijn dat er 1, 2, 3 of 4?
De juiste antwoorden stromen binnen. Nog steeds geen fout antwoord zelfs. Geweldig. Jullie hebben perfect opgelet. Nog een paar seconden. En iedereen heeft het juiste antwoord. En ik zie er inderdaad heel wat juiste antwoorden verschijnen. Voilà, het waren er twee. Voilà, inderdaad, behalve die ene dan. Maar die zwemt er nu ook wel met twee rond. Maar één een klein beetje korter. Met de duimklasper. Inderdaad, goed opgelet. Dankjewel. De volgende vraag. Hebben haaien soms last van winderigheid? Ja, sommigen gebruiken dit om hun drijfvermogen te regelen. Nee, haaien zijn beschaafde dieren. Ze hebben een te goede reukzin en het zou een reukzin verstoren. Ja, alleen als ze een mens hebben opgegeten. Ligt nogal zwaar op de maag. Ik zie vrij veel juiste antwoorden weer binnenkomen. Eén iemand dat toch fout geantwoord heeft. Het was eigenlijk, dus ja, ze kunnen hun drijfvermogen daarmee regelen. Iemand zei van, ja, alleen als ze een mens hebben opgegeten, ja, een mens ligt zwaar op de maag, ik zou er inderdaad ook wel winderig van worden. Voilà, de volgende vraag. Hoe paren haaien? Heel liefdevol en enkel bij volle maan. Zoals koralen laten de mannetjes en de vrouwtjes sperma en eicellen los in het water. Ze paren niet, ze splitsen, zoals een anemoon. Of heel ruw, het mannetje bijt zich vast in het vrouwtje. Voilà, weer heel wat goede antwoorden die binnenkomen. Nog een paar seconden de tijd. Iedereen heeft goed geantwoord. Geen enkel fout antwoord. Dankjewel. Geweldig. De volgende. En daar zijn we mee aan de laatste vraag. Zijn haaien de meest geweldige dieren ter wereld? Ja, uiteraard. Zeker en vast. Geen twijfel mogelijk. Tuurlijk, zijn er andere dieren dan? En absoluut, zonder haaien geen gezonde oceanen. Het is heel stil in de chatbox nu. Voilà. Normaal zag ik alle antwoorden verschijnen. Nu, dit is een klein beetje een strikvraag, want natuurlijk alle antwoorden zijn juist. Ik ga het nog één keer zeggen, haaien zijn de meest geweldige dieren ter wereld. Dus dat is geweldig. Dat waren de vragen, dus ik ben nieuwsgierig wie ze allemaal juist hebben. Aandachtige kijker. Dus ik denk dat er toch wel een paar juist hebben. En het een moeilijke keuze zal worden voor Glenn om de winnaars te kiezen. Ik ben eventjes aan het kijken en we hebben inderdaad winnaars. Hè. We hebben als winnaar Maurice Oosterbaan, Shelley De Dekker, Matthijs Meer, Alex Borsboom en tenslotte hebben we 1, 2, 3, 4, 5, Emile van Diemen de Jel. Proficiat, jullie gaan van ons nog een e-mailtje krijgen met daar de informatie in hoe dat we jullie het prijzenpakket kunnen bezorgen. Proficiat. Voilà, dan wil ik jullie allemaal nog bedanken. We zijn nog steeds met 148 kijkende mensen. Dus dat is enorm veel. Dus ik ben zeer blij dat jullie allemaal het volgehouden hebben met mij, toch wel bijna 2 uur. En dan wens ik jullie allemaal nog een zeer fijne avond. Mochten er nog vragen zijn, stuur ze gerust door naar mij via Instagram of naar de Polygon Seahorse. Of vraag het aan jullie lokale duikcentrum, SSI dus dan, of andere duikcentrums. Kan ook dus aan iedereen. Wij duiken allemaal onder water om die prachtige dieren te zien. Dus vraag het zeker na, maar ik sta ook altijd open om vragen te stellen. Dus dan contacteer me gerust of Polygon of Tom of SSI of Energie. En dan wens ik jullie nog allemaal een zeer prettige avond.